Nou, goedenavond, dames en heren, en welkom bij dit symposium over een onderwerp wat een aantal van ons in toenemende mate bezighoudt. Iemand herinnerde ons er net aan dat dit 3 jaar geleden ook was en toen rondom de vroege verschijnselen van COVID. We denken zelf dat het niet zo'n vaart zal lopen. Maar er is wel van alles over te vertellen over dit nieuwe fenomeen. Ik ga even kort de introductie geven en daarna hebben we 3 sprekers die het onderwerp verder gaan toelichten. Want wat is het probleem? Nou, de aanleiding eigenlijk voor dit symposium is dat we de afgelopen 2-3 jaar tijdens de pandemie een verschijnsel hebben gezien van een tweede wereldwijde verspreiding. Namelijk van een bepaald type vogelgriep onder vogels, wilde vogels, over de hele wereld heen. Eigenlijk een uniek fenomeen in deze omvang. Dat gaat hier om bepaalde subtypes vogelgriep, H5N1. Er hoort daar straks veel meer over. En wat daarbij ook opvalt is dat er toenemend berichten zijn over infectie van zoogdieren. Nou, waar praten we dan over? Over influenzavirussen. Dit is een familie en die heet Orthomyxoviridae. En als u toevallig zalmen houdt, kweekt, dan moet u zich daar ook zorgen over maken. Want het is een familie die van alles en nog wat kan doen in verschillende diersoorten. Maar hier praten we over de influenzavirussen waar we ook als mensen en dus ook vogels last van hebben. Hier ziet u een schematische afbeelding van een influenzavirus. Kenmerkend is dat hier zit de genetische code. Die zit in een aantal stukjes verdeeld. En daarin zit alles wat dat virus nodig heeft om, als het levende cellen binnendringt, nieuwe virusdeeltjes te kunnen gaan maken. Dat is dus essentieel materiaal. Dat is omgeven door een beschermlaag. En daar zitten uitsteeksels op. En die eiwitten zijn heel belangrijk. Omdat daartegen ook, zowel belangrijk voor het aanhechten, maar ook omdat daartegen een immuunrespons wordt opgewekt. En dat is dusdanig van belang dat daarom ook de naam van die eiwitten terugkomt in hoe we influenzavirussen aanduiden. Hier als combinaties van H- en N-types. Nou, voor het verhaal van vandaag gaat het vooral over influenza-A-virussen. En die kennen een complexe ecologie. Je kunt zeggen dat er heel veel verschillende soorten gastheren zijn die hun eigen influenzavirussen hebben. Wij zijn daar ook een voorbeeld van. Dus we hebben seizoensinfluenzavirussen van deze subtypes H- en N-combinaties. Maar het oerreservoir zijn wilde vogels. En daar ziet u, daar komt een heel grote diversiteit van die verschillende H- en N-types voor. Ook in allerlei mogelijke combinaties. Ja, of ze echt in alle combinaties voorkomen, dat moet u aan de heren hier vooraan vragen. Dat weet ik niet. Maar wat we zien is, dit is geen stabiele situatie. Want wat deze virussen ook doen, is overspringen tussen diersoorten. Binnen de vogelwereld, tussen vogels en zoogdieren en inclusief wij zelf. Wij zijn natuurlijk ook zoogdieren. En dat zijn de gebeurtenissen die ook de evolutie en de ecologie van deze virussen mee bepalen. Nou, dat is een heel complex fenomeen. Een van de vragen nu is, moeten we ons zorgen maken? Nou, hoe complex dat is, dat zult u denk ik in de loop van vanavond merken. Want we hebben eigenlijk een one health probleem. We hebben virussen die impact hebben op vogels, impact hebben op gehouden dieren en potentieel ook een risico zijn voor mensen. Dat betekent dus dat we in die complexiteit moeten kijken met elkaar. Wat weten we nou eigenlijk precies en wat doen we daar vervolgens mee? Want of er uit zo'n vogelgriepvirus een zoonotische infectie kan ontstaan, of uiteindelijk zelfs een pandemie. Dat hangt af van een enorm scala aan factoren die voor een deel ook langs zullen komen. Dit is een van de plaatjes die mij ergens bijgebleven. Dit is een beeld van de genetische evolutie van
vogelgriepvirussen. En dat was bij een van de vorige grote uitbraken in Nederland. Dat was in 2003. Waarbij we nog lang niet zo goed in staat waren om deze infecties te stoppen als ze in pluimveebedrijven terechtkwamen. En dat virus is toen van bedrijf naar bedrijf naar bedrijf verspreid en heeft daarmee ook mutaties opgepikt, zoals we allemaal hebben geleerd van de COVID-pandemie. En je zag dus dat virus letterlijk uitwaaieren, letterlijk veranderen. Met daarmee ook nieuwe eigenschappen. Dat is het risico wat je wilt vermijden. Dus wat we zullen doen is, we hebben drie sprekers die elk op een deel van de problematiek ingaan. U kunt dan voor elk van die verhalen ook vragen stellen. En dan aansluitend willen we een debat met u hebben, waarbij ook deze vraag gesteld zal worden. Als we naar vogelgriep ook kijken als een One Health vraagstuk, dan is nu de vraag wie handelt, wanneer en waarom. En kan dat samen en hoe kan dat beter samen? Dus dat is even mijn korte inleiding. En dan wil ik gelijk de eerste spreker van het symposium aankondigen. Op laatste moment ingevallen, waarvoor enorm bedankt. Armin Elders, epidemioloog van Wageningen Bioveterinary Research. En al sinds 2003, waar we ook samengewerkt hebben rondom H7N7. En aan jou het woord. Ja, dankjewel. Goedenavond. Ik ga u meenemen op een verhaal over vogelgriep in pluimvee. Als je kijkt naar het effect van vogelgriepvirussen in pluimvee, dan delen we die in twee categorieën. Hoogpathogeen, waarbij dat voor zorgt dat het zeer ziekteverwekkend is voor het pluimvee. Dat betekent ook dat ze heel erg snel doodgaan. Sloom, geen geluid als je in een stal komt. Hele forse eilegdaling als je praat over legpluimvee. En een enorme stop van het opname van water en vervoer. De laagpathogene vorm betekent dat die een milde vorm qua effect heeft op het pluimvee. Betekent een luchtwegaandoening, dus je hoort hoesten in de stal. Je ziet soms een wat lichte sterfte. Eilegdaling kan voorkomen en ook wat verminderde water- en voeropname. Maar ook in pluimvee zie je dat dat een herstel is na een infectie die door de koppel heen gaat. Daarna komt eigenlijk de koppel wel weer terug op zijn niveau. Nou, wat is de achtergrond voor die laagpathogene virussen? Het is duidelijk geworden in de 70er jaren dat de wilde watervogels het natuurlijke reservoir zijn voor dat soort virussen. Waaronder het laagpathogene virus subtype H5 en H7, die van belang is vanwege mutatie naar de hoogpathogene vorm waarmee wij in feite nu te maken hebben. Nou, die laagpathogene virussen, omdat die in die natuurlijke reservoir in die wilde watervogels zitten, worden over de hele wereld verspreid. En maken daarbij ook genetische veranderingen door. Een watervogel kan besmet raken door verschillende van deze laagpathogene virussen, waardoor genetisch materiaal wordt uitgewisseld en in feite nieuwe virussen worden gevormd. Nou, die hoogpathogene vorm in pluimvee die beperkt zich tot het subtype H5 en H7. Maar niet alle virussen van dat subtype veroorzaken hoogpathogene aviaire influenza. Nou, dit is een voorbeeld van hoe dat effect dan is voor een H7 laagpathogeen. Je ziet dat er een stijging plaatsvindt van een normale basale sterfte op bedrijven, waarbij je een factor 5, 6 omhoog gaat, maar waarbij je daarna toch wel herstel krijgt. Dus die sterfte neemt af en de koppel gaat verder. Je ziet een flinke daling in voeropname, maar ook in de eilegdaling. Die kun je eigenlijk niet missen. En dit zijn ook gevallen voor H5 en H7 bij laagpathogeen die door onze surveillance-systemen worden opgepikt en waarbij we dus bij die bedrijven gaan kijken wat er aan de hand is. Want als het een laagpathogene is, zou het kunnen muteren naar een hoogpathogene vorm en dan zijn we in lijden in last. Nou, als je dan inderdaad in een hoogpathogene vorm komt, dit is een voorbeeld van een van de eerste bedrijven tijdens de epidemie in 2003, waarbij je in een aantal dagen
bijna de hele koppel sterft. Hè. Op 27 februari bijna 50% van de koppel op dat moment sterft. Dan zie je dat dat gewoon exponentieel door zo'n stal heen gaat. Waarbij je kunt dat gewoon niet missen. Het is een dramatisch effect in zo'n pluimveestal. Nou, als we kijken naar wereldwijd naar de uitbraken van vogelgriep in de pluimveehouderij, dan heeft dat tot 2004 eigenlijk voornamelijk plaatsgevonden door die mutatie van laagpathogeen naar hoogpathogene virussen. Waarbij er blootstelling heeft plaatsgevonden bij die pluimveehouderij van laagpathogenen vanuit de wilde vogels. Die mutatie, dat is een belangrijk onderwerp, hè, want dat is nodig om naar die hoogpathogene vorm te gaan in die tijd voor 2004. Nog steeds, maar met name in die tijd voornamelijk het mechanisme waardoor er hoogpathogene aviaire-influenza bij pluimvee aanwezig was. Nou, wat we zien is dat we hebben op verschillende van die uitbraken kunnen we bewijzen dat daar die mutatie heeft plaatsgevonden. Er zijn geen speciale, specifieke factoren die gerelateerd zijn aan het bevorderen van die mutatie. Zoals bijvoorbeeld gastheerspecies, bepaald soort pluimvee, kalkoenen of legpluimvee. Omgevingsfactoren of viruslijnen. Er zijn geen moleculaire markers gevonden, hè, waardoor je daar misschien een idee zou kunnen krijgen. Wat wel aannemelijk is, is dat die mutatiekans toeneemt als dat laagpathogene virus langere tijd kan spreiden in een geïnfecteerde koppel of in een gebied tussen bedrijven. En we denken dat als die alertheid van de pluimveehouder en bereidheid van pluimveehouders om te melden dat er iets op dat moment verkeerd gaat, hè, dus verhoogde sterfte, voeropnamedaling, als dat hoog blijft, hè, dan is die kans op die mutatie beperkt, omdat we er vrij snel bij zijn. En waarschijnlijk is die kans op mutatie minder dan 1%. Hè. We hebben sinds 2004 een groot surveillance systeem, waarbij we eigenlijk alle introducties in de pluimvee zeg maar in beeld hebben. En sinds die tijd heb je dus eigenlijk elke keer introducties gehad die niet hebben geleid tot een hoogpathogene vorm. Nou, er is een kentering geweest rond 2005. Op dat moment is er eigenlijk een kentering geweest in de zin dat er direct hoogpathogeen virus trekvogels over de wereld zijn verspreid. Hè. Voor die tijd viel er eigenlijk alleen maar een infectie plaats bij pluimvee als gevolg van de mutatie van laagpathogeen naar hoogpathogeen. Maar sinds die tijd is er vanuit eigenlijk Zuidoost-Azië direct met trekvogels hoogpathogeen over de wereld zeg maar verspreid. Wat je in het rechte plaatje dan ook ziet is dat zeg maar vanuit Zuidoost-Azië in de vogeltrek naar zeg maar besmette vogels naar de broedgebieden gaan. Daar contact hebben met trekvogels die bij ons eigenlijk langskomen. En die komen dan in zeg maar na het broedseizoen, als de winter intreedt, vindt die vogeltrek weer terug langs onze kant heen. En dat betekent dus dat men in de winterperiode die vogels langs krijgt, waarvan een aantal besmet zou kunnen zijn. Nou, als we kijken naar de historie van vogelgriep, de vogelpest in de tijd genoemd, dan is dat in de 20e jaren geweest, hè, dus vorige eeuw, zijn er in het gebied waar zeg maar de pluimvee in Nederland het dichtst bij elkaar zit, in de 20 jaar op de Veluwe, zijn er twee grote uitbraken geweest. In 1927 was er al sprake van dat men zei van ja, die transmissie tussen bedrijven, dat kan niet anders als dat door indirecte contacten ook tussen mensen heeft plaatsgevonden. En de introductie van dat virus in Nederland heeft waarschijnlijk vanuit Italië plaatsgevonden door import van besmette pluimvee die naar Nederland is gekomen. En zeg maar het pluimveegebied rond Barneveld in Nederland heeft geïnfecteerd. Nou, ook in de rest van de wereld. Wij hadden toen de tijd nog steeds kolonies. Indonesië, daar is een vogelgriepvirus, de H7N7, toen de tijd geïsoleerd, die nog steeds gebruikt wordt als een referentiestam voor H7. Nou, wij kregen in 2003, 75 jaar na zeg maar de 20e jaren, de epidemie op de Veluwe, kregen we opeens als grote schok een hele grote epidemie. Een groot deel van de pluimveepopulatie in Nederland heeft ervan te lijden gehad. Uiteindelijk zijn er 255 pluimveebedrijven besmet geraakt. Voornamelijk legbedrijven op de Veluwe.
Maar er zijn ook infecties eigenlijk naar het zuiden doorgegaan, waar met name de kalkoenbedrijven zitten. Een enkel vleeskuikenbedrijf en een vleeseendenbedrijf. Die infectie is gestart op een legbedrijf met uitloop, waar in contact met wilde vogels het virus als laagpathogeen bij pluimvee terecht is gekomen en in het bedrijf gemuteerd is naar een hoogpathogene vorm. Nou, als je die epidemie bekijkt, dan wordt die sterk gekenmerkt door verspreiding tussen bedrijven. Het is van bedrijf naar bedrijf als een lopend vuurtje op de Veluwe aan de gang gegaan. Vanaf 2005 is die situatie duidelijk veranderd. We hebben in 2005 en de jaren daarna in landen om ons heen, bijvoorbeeld Duitsland, hebben wij hoogpathogene uitbraken gehad bij pluimvee als gevolg van introductie van het virus via trekvogels. Wij hebben dat pas voor het eerst in 2014 meegemaakt, met een aantal uitbraken in verschillende seizoenen daarna. En eigenlijk de afgelopen seizoen en dit seizoen zien we dat er een enorme hoeveelheid bedrijven besmet zijn geraakt. Maar het grote kenmerk daarvan is, opvallend, dat vrijwel allemaal enkelvoudige introducties zijn. Dus er heeft vrijwel geen tussenbedrijfstransmissie heeft daar plaatsgevonden. En dat is toch heel anders als in de epidemie in 2003. Nou, dat is niet alleen in Nederland. Als je in Europa kijkt, hebben we duizenden uitbraken afgelopen seizoen gehad bij pluimveehouderijen in Europa. En we hebben ook natuurlijk grote hoeveelheden wilde vogels die dood zijn gegaan in Europa. Dat is ook op wereldschaal zo. Het virus is vanuit Europa via IJsland, Groenland in Noord-Amerika terechtgekomen. En is op dit moment bezig met een tocht naar het zuiden toe, ook via trekvogels. En dat betekent gewoon dat we in een situatie zitten waarin het virus eigenlijk in een groot deel van de wereld zich aan het verspreiden is. Nou, als je kijkt naar die laagpathogenen, we hebben sinds 2004 hebben we een groot surveillance-systeem, waarbij we serologisch eigenlijk alle bedrijven in Nederland jaarlijks in ieder geval zien. En de bedrijven met uitloop wat vaker, dus daar worden monsters genomen. Je ziet dat we gemiddeld genomen tussen de 20 en de 50 introducties op pluimveebedrijven jaarlijks hebben van laagpathogene virussen. De meeste van die bedrijven die merken daar niks van. Maar als je praat over een H5 of H7, zoals jullie eerder hebben gezien in die plaatjes, dan kun je daar toch wel wat zien. Hè, dat er een verhoogde sterfte is, wat voeropnamedaling, maar ook een eilegdaling. En wat je ziet is dat met name die uitbraken of die introducties van laagpathogeen op bedrijven met uitloop, en dat was toen de tijd dan met name toch legpluimvee. Tegenwoordig beginnen ook steeds meer vleeskuikenbedrijven erover te denken om dieren buiten te houden. Maar vrijwel alle bedrijven die met een H5, H7 laagpathogeen waren besmet, dat waren allemaal bedrijven met uitloop. Daar heb je die interactie met de omgeving, waarin wilde vogels mogelijk zo'n uitloop contamineren, en waar ze water drinken, waarin wilde vogels bijvoorbeeld gepoept hebben. Nou, vanuit dat systeem met jaarlijks gewoon goede data krijgend over laagpathogene introducties, konden we ook kijken naar risicofactoren. Wat je daarbij ziet is dat sowieso de kalkoenbedrijven, de eendenbedrijven en de bedrijven met uitloop hebben een duidelijk verhoogd risico op introducties van laagpathogene virussen. Maar dat ook afstanden tot water en natuurgebieden waar wilde watervogels aanwezig zijn, dat naarmate die afstand tussen pluimveebedrijven en water en natuurgebieden kleiner is, dat de kans op introductie van die virussen wat groter is. Nou, dat hebben we ook kunnen doen voor de hoogpathogene vorm. Sinds 2014 hebben wij hier bedrijven besmet geraakt, waarschijnlijk via contaminatie vanuit de omgeving door wilde vogels. Ook daar zien we het effect van water en natuurgebieden die op korte afstand van pluimveebedrijven zitten, maar ook grasland, wat natuurlijk voor een aantal watervogels fourageergebied is. En naarmate die vogels dichter bij zo'n pluimveestal komen en dat grasland om die pluimveebedrijven zitten, betekent dat daar mogelijkheden zijn van interactie. Nou, als we kijken naar de pluimveebedrijfsdichtheid in Nederland, dan zien we die met name op de Veluwe en delen in Brabant, in de Peel, waar wat kalkoenbedrijven zitten, en het oosten een beetje. Als je
zeg maar, die risicofactoren vertaalt naar een risicokaart van Nederland. Dan zie je dat met name in die kustgebieden en gebieden waar we veel water hebben. In Groningen, Friesland, Flevoland, Noord- en Zuid-Holland en Zeeland. Dat daar met name het risico is voor dit soort interacties tussen blijkbaar een gecontamineerde omgeving rond die pluimveestallen. Wat weten we over die introductieroutes van vogelgriepvirus op pluimveebedrijven? We weten er heel erg weinig van, helaas. Als we op een bedrijf komen wat besmet is, dan moeten we retrospectief kijken van ja, wat is daar gebeurd? Wat voor contacten zijn daar geweest? Daar doet de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit natuurlijk onderzoek naar. Maar meestal kom je met een lijstje van mogelijkheden die op zo'n bedrijf hebben plaatsgevonden. En vaak is het niet eens mogelijk om daarin een ranking plaats te laten vinden. Maar er zijn allerlei theorieën over dat virus van buiten met lucht mogelijk meekomt. Of het misschien ook met insecten meekomt. We hebben natuurlijk probeert een bedrijf vrij te blijven van dit soort infecties door een hygiënesluis te hebben, waardoor je eigenlijk de vuile buitenkant kan scheiden van de schone, hopelijk binnenkant waar het pluimvee aanwezig is. Maar ook daarin kunnen allerlei foutjes optreden. Nou, hoe kunnen we die besmettingen met vogelgriepvirus bij pluimvee in Nederland voorkomen? Ik denk dat een belangrijke vorm is het eigenlijk de kraan dichtdraaien vanuit Zuidoost-Azië. Het is helaas een wat onrealistisch scenario. Zelfs op lange en middellange termijn. Daar worden vogelgriepvirussen gecreëerd bij het pluimvee. In combinatie met een onvoldoende bestrijding van dat soort uitbraken bij pluimvee. En vervolgens spillover van dat soort virussen naar de wilde vogels. Omdat die vogels en het pluimvee daar eigenlijk buiten volledig samenleven. Nou, een van de dingen waar we aan zouden kunnen denken is proberen om die omgeving rond pluimveebedrijven minder aantrekkelijk te maken voor bezoek van wilde vogels. Dat is nog niet zo eenvoudig, makkelijk gezegd. Maar je hebt water en een hoop gras, waardoor in heel veel pluimveebedrijven rondom, waardoor het interessant is voor wilde vogels om daar op bezoek te komen. Nou, proberen om nieuw te starten pluimveebedrijven niet te vestigen in dit soort hoogrisicogebieden. Dat is denk ik meer voor de toekomst. Nou ja, waar natuurlijk veel aandacht voor is, en ook zeg maar in de politiek, is natuurlijk die bioveiligheid. Zorgen dat er een scheiding komt tussen zo'n vuile omgeving van zo'n bedrijf en de binnenkant die schoon moet zijn. Nou, de ervaring leert ook met onderzoek bijvoorbeeld in Canada met camera's die in het geheim zijn opgehangen, waarbij je gewoon ziet, het blijft mensenwerk. Er hoeven maar hele kleine foutjes, en kleine foutjes die zullen ongetwijfeld toch optreden. Betekent gewoon dat men soms dingen doet die men eigenlijk niet zou moeten doen. Terwijl er wel in theorie natuurlijk allerlei goede ideeën zijn over hoe zo'n hygiënesluis zou moeten werken. Maar in de praktijk is dat vaak moeilijk. En ik denk dat we zeg maar, met toepassen van innovatieve technische hulpmiddelen, met tags bijvoorbeeld in kleding en schoeisel, net zo goed als we dat doen tegen antidiefstal in winkels. Maar ook met het gebruik van de kraan zorgen dat daar signalen komen als men daar overtredingen heeft in het eigen bedrijf. Weren van wilde watervogels in de omgeving met geautomatiseerde lasers. Op het moment dat je in een hoogrisicogebied zit, dan zou je eigenlijk die wilde vogels uit je omgeving willen houden. Nou, daar is onderzoek naar gedaan, hebben wij gedaan ook. Lasers worden gebruikt op vliegvelden om vogels weg te houden bij de straalmotoren. Maar je kunt dat in de landbouw, zou je dat ook kunnen gebruiken. Specifiek rond een bedrijf, dat hoeven we niet heel Nederland met lasers te voorzien. Maar bij bepaalde gebieden denk ik dat dat zinvol zou kunnen zijn. Dat is een oplossing voor nu. Nou, voorkomen dat het vogelgriepvirus vanuit de omgeving via de lucht naar binnen zou kunnen komen. Dat zou je kunnen denken aan toepassingen van bepaald soort filters. Het is wel duur, maar er wordt bijvoorbeeld in de varkenswereld in Amerika worden gewerkt aan HEPA-filters die wat goedkoper zijn, maar op dezelfde manier zeg maar dat virus uit de lucht zou kunnen houden. We hebben onderzoek gedaan naar wat er nou in die stallen terechtkomt. En dan zie je gewoon dat er toch allerlei materialen, grasjes, plantaardig materiaal, spinnen, insecten binnenkomen.
preventieve vaccinatie is een mogelijkheid waar natuurlijk nu ook aan gewerkt wordt. Het is een oplossing voor de korte, middellange termijn. Er is net een proef afgerond onder experimentele omstandigheden, gewoon in het laboratorium, waarin je ziet dat er twee vaccins, de twee HVT-vaccins, zowel een klinische bescherming heeft voor het pluimvee, maar ook de verspreiding van het virus voorkomt. En dus die R-waarde die we ook tijdens onze corona-epidemie hebben gezien in het nieuws, die wordt natuurlijk ook toegepast op dit soort infectieuze dierziekten. En dan zie je dat die twee vaccins uitstekend in staat zijn om die verspreiding tegen te gaan. Alleen het is onder laboratoriumomstandigheden. In de praktijk zien we vaak dat dit soort in het lab prima doen, dat soort vaccins, maar in het veld eigenlijk minder effectief zijn. In het veld heb je natuurlijk blootstelling aan een hele hoop andere pathogenen, bacteriën, andere virussen. En dat heeft effect op die immuunreactie van de dieren. Dus we zullen in deze zomer gaat er een veldproef plaatsvinden om de praktijkomstandigheden te kijken of zo'n vaccin eigenlijk ook op dezelfde manier zo'n resultaat heeft als dat we in het laboratorium zien. Dat was wat ik u wilde vertellen. Dankjewel. We hebben tijd voor een paar vragen. En terwijl u vast denkt, begin ik even met... Je noemde een aantal opties om introductie van virussen naar binnen toe te voorkomen. Wat zijn je ideeën voor de route omgekeerd? Omdat we natuurlijk ook weten van contaminatieproblemen naar de omgeving vanuit geïnfecteerde bedrijven. Nou, er wordt natuurlijk een hele hoop geprobeerd, maar dat is in zijn algemeenheid als we praten over contaminatie van de lucht, stikstof, noem maar op, fijnstof. Er wordt van alles gedaan natuurlijk met luchtwassers om te voorkomen dat er spullen natuurlijk naar buiten komen. Maar wat je zou willen natuurlijk bij een geïnfecteerd pluimveebedrijf is dat je daar zo snel mogelijk bij bent, zodat de hoeveelheid virus die daar wordt geproduceerd zo weinig mogelijk is. Wat we in 2003 hebben gezien is dat er natuurlijk toch een hoop tussen bedrijfstransmissie heeft plaatsgevonden, omdat virus van het ene bedrijf naar het andere bedrijf is getransporteerd. Via de lucht, via mensen, via materialen. Dus ik denk dat in vergelijking met 2003 we daar natuurlijk toch wel wat grotere stappen hebben gemaakt. Dat veel beter geregeld is. Maar dat blijft natuurlijk zo dat je wil voorkomen dat die contaminatie naar buiten toe zo weinig mogelijk is. Ik hoorde bij de risicofactoren niet zo heel veel over de dichtheid van de bedrijven in Nederland. Bijvoorbeeld, en het staat nu misschien op zaak dat er bedrijven moeten gaan sluiten of verdwijnen of verplaatsen. Maar verplaatsen klinkt dan niet zo heel erg gunstig als ik zie dat je dat bijvoorbeeld niet naar gebieden moet doen die waterrijk zijn. Nee. Dus de Veluwe is misschien nog niet eens een slechte plek. Nou ja, kijk, er zijn in de 80e jaren, 90e jaren zijn er een hoop bedrijven naar Friesland en Groningen verdwenen, omdat ze daar heel weinig pluimveebedrijven hadden en dus een hele lage dichtheid hadden. Je ziet helaas dat er toen geen rekening is gehouden met het feit dat er natuurlijk toch een hele hoop trekvogels langs die kuststroken gaan. En daar hebben we dus nu last van gekregen, omdat die trekvogels direct het virus hebben meegenomen vanuit Zuidoost-Azië. Als je praat over die bedrijfsdichtheid, die bedrijfsdichtheid heeft geen effect als gevolg van op de introductiekans. Maar het is natuurlijk wel zo dat als je praat over een regio op de Veluwe waar een hoge bedrijfsdichtheid is, dat de kans van dat daar virus van bedrijf naar bedrijf gaat wat groter is dan in gebieden waar je niet zo'n grote dichtheid hebt. Was daar een vraag? Anders dan in 2003 is er geen overdracht meer tussen bedrijven, zegt u? Vrijwel niet, nee. Vrijwel niet. Is het dan niet nu de reden om het ruimingsbeleid aan te passen? Omdat dat toch voor veel mensen een eigenlijk onacceptabele situatie is. En dan bedoelt u de preventieve ruimingen Preventieve ruimingen van bedrijven in de omgeving. Ja, nou, daar wordt natuurlijk ook door de bestijnsorganisatie heel erg op gelet. Het is zo dat in vergelijking met 2003 is dat veel meer maatwerk. In gebieden waarvan je zegt van de dichtheid is daar zodanig dat we eigenlijk zeker geen tussenbedrijfstransmissie verwachten. Daar wordt ook niet meer preventief geruimd. Dat was in 2003 al anders. Zelfs op de Veluwe wordt per geval bekeken
of we daar wel of niet preventief gaan ruimen. En dat is absoluut een onderwerp waar met de wetenschap zoveel mogelijk op dit moment naar gekeken wordt. Of we dat niet, zeg maar, onderbouwd kunnen hebben, dat we daar zeg maar, op een andere manier mee omgaan. En de verwachting is dat dat waarschijnlijk toch wel wat gebeurt. He, zelfs op de Veluwe hebben we misschien een enkele aanwijzing dat er een bedrijf misschien door een buurman besmet is, maar bijna niet. Dus je ziet dat het een hele andere situatie is geweest dan in 2003. Maar dan nog is het zo dat je verschillende generaties daar aan contacten kan hebben. En de Veluwe-regio is misschien voor wat betreft de contacten van mensen een andere regio dan andere gedeeltes van Nederland. Dus je zult dat zeg maar op maat zul je daar naar moeten kijken. Maar het is op dit moment zo dat er veel minder preventief geruimd is dan in 2003. En we proberen dat gewoon af te schalen daar waar dat mogelijk is en onderbouwd is. Het ruimen van een besmet bedrijf is natuurlijk vreselijk om te zien, vooral op televisie. Als je dat dan ziet gebeuren, dan zie je door de manier waarop dat gebeurt met kranen en grijpers en eigenlijk het virus in grote wolken zich verspreiden. Daar wordt daar iets tegen gedaan of is dat eigenlijk overdreven? Nee, dat is zeker niet overdreven. Ik denk dat er ook wel lessen zijn die vanuit 2003 geleerd zijn. Er wordt op dit moment, omdat er natuurlijk in 2003 waren er weken bij waarbij zeg maar tientallen bedrijven geruimd moesten worden. En dat moest snel gebeuren, omdat men niet wilde dat het verspreidde. Kijk, in de huidige situatie praat je over een paar bedrijven. Hè, in een maand misschien. Heb je meer tijd om dat zorgvuldiger te doen dan in 2003. En daar is wel degelijk, denk ik, ook daar lessen geleerd hoe daar op een veiligere manier in ieder geval dieren opgeruimd kunnen worden nadat ze gedood zijn. Vaccinatie is mogelijk een oplossing. In hoeverre is er ervaring opgedaan in het buitenland? En wat is de commerciële consequentie? Pluimvee wat gevaccineerd is dat minder verhandelbaar? Nou, op die laatste vraag, dat is denk ik een open deur. Want ja, dat is een moeilijkheid waar we mee te maken gaan krijgen als we daadwerkelijk gaan vaccineren. En dat kan best een blokkade zijn. Dit soort discussies hebben we ook gehad met varkenspest en vaccinatie, waar ook vaccinatie uitstekend voor te doen is. Maar wij, mondenklauwzeer idem dito. Maar de vraag is of die producten die dan gevaccineerd zijn afgenomen worden door de mensen waaraan wij die producten dan verkopen. Op die eerste vraag, er is natuurlijk in de wereld al heel veel ervaring met vaccinatie tegen vogelgriep, als we praten over China, over Mexico, Egypte. Wat je daar ziet is dat daar zijn niet de vaccins worden daar gebruikt die wij nu in feite ontwikkeld hebben. Eigenlijk ook basis van de kennis die we ook in de corona hebben opgedaan. Dat zijn prima vaccins die we hebben. Maar je ziet daar in dat soort landen waar eigenlijk permanent gevaccineerd wordt, dat het virus zeg maar het vaccin probeert te ontvluchten. Dus je krijgt een escape. Je ziet dat het virus zich gaat veranderen om aan de vaccinatie te ontwijken. Dus het is nog niet zomaar iets wat makkelijk zeg maar in één keer de panacee aan oplossing is. We zullen daarnaast een hele hoop andere dingen ook moeten doen naast de vaccinatie. Alleen vaccinatie zal niet voldoende zijn. We hebben nog een laatste vraag. Is er bekend wat het virus nodig heeft om te overleven, zeker hoe lang? En waarom vraag ik dit? Stel dat ik woon in een waterrijk gebied met heel veel trekvogels. En ik neem ontlasting mee, ik leg het ergens neer en niemand anders neemt het mee. Hoe lang blijft het virus leven en wat heeft het nodig? Want dan heb je een heel ander probleem dan een aerosol. Ja. Nou, zeg maar, het virus komt met name zeg maar in uitwerpselen uit die wilde vogels. Ook uit een kip natuurlijk, als die geïnfecteerd is. En zo gauw dat bijvoorbeeld in water komt in een winterperiode, dan kan het heel erg lang bijvoorbeeld in koud water overleven. Dat is ook het water waaruit dan weer andere vogels die daar opkomen zeg maar geïnfecteerd raken. Maar bijvoorbeeld in een uitloop waar je waterplas hebt en waarin wilde vogels gepoept hebben in de winterperiode en kippen daar weer het water uit drinken, dan raken ze daardoor ook besmet. De overlevingstijd van het virus in uitwerpselen is afhankelijk van een aantal uitwendige factoren, waaronder bijvoorbeeld temperatuur. En afhankelijk van die temperatuur zie je dat het langer of korter kan overleven. Maar als jij zeg maar uitwerpselen van wilde vogels uit de weiland meeneemt aan je laarzen de stal in,
dan zal het in een aantal dagen nog steeds infectieus zijn. Maar niet over weken. Maar als jij met dat materiaal de stal in zou komen, dan is daar zeker een mogelijkheid dat het in een aantal dagen toch infectieus genoeg is om een infectie te veroorzaken. Dus het zou kunnen suggereren dat je net zoals in het broedseizoen niet moet wandelen. Ah, je mag wel wandelen, maar je moet ervoor zorgen dat je dat materiaal niet mee je stal inneemt. En dat is soms blijkbaar nog steeds heel erg moeilijk. Ik denk dat we een mooie brug krijgen naar de volgende spreker. Dank voor nu. Want die gaat praten over de impact in wilde vogels. Dr. Henk van de Jeugd van het NIO. Dankjewel. Ja, inderdaad. Even kijken. De titel van dit verhaal heb ik met opzet in het Engels gekozen. From vectors to victims. Van vector naar slachtoffer. En in het Engels allitereren die woorden heel mooi. En dan onthoudt u ze misschien beter. Het zijn denk ik twee woorden die heel goed de dubbele rol die wilde vogels in dit verhaal spelen karakteriseren. Nou, Armin heeft net al heel mooi verteld dat vogelgriepvirussen van nature al heel lang voorkomen bij met name watervogels, eenden, zoals onze wilde eend, de smint, pijlstaart, wintertaling, dat soort vogels. En we zien elk najaar ook een piek in de prevalentie van al die laagpathogene vogelgriepvirussen bij wilde eenden. En dat is eigenlijk precies op het moment dat er hele grote aantallen jonge vogels in de populatie zijn, die dat jaar geboren zijn, nooit eerder met die virussen in aanraking zijn geweest en daardoor heel vatbaar. Maar het is ook het moment dat er veel trekbewegingen plaatsvinden en er dus vogels van elders in die populatie komen die nieuwe varianten kunnen introduceren. Nou, tot zover is er nog niks aan de hand. Dan heeft Armin ook al verteld dat die virussen heel veelvuldig genetisch materiaal kunnen uitwisselen door recombinatie tussen verschillende varianten. En dat er twee subtypen zijn, H5 en H7, die kunnen muteren tot een gevaarlijke hoogpathogene variant. En dat gebeurt eigenlijk altijd in de pluimvee-industrie. En in 1996 is zo'n variant ontstaan, de hoogpathogene H5N1 in China. En die hoogpathogene variant is vervolgens vanuit het pluimveebedrijf weer teruggesprongen naar de lokale wilde vogelpopulatie. En dat is eigenlijk waar alle ellende mee begonnen is, waar we nu nog steeds tot vandaag de dag mee te maken hebben. En ongeveer 10 jaar later, in 2005, kregen we voor het eerst te maken met dit soort beelden. Grote aantallen wilde vogels die stierven als gevolg van besmettingen met H5N1. En dit was in China. Het gebeurde bij twee meren in China. En daar gingen letterlijk duizenden Indische ganzen, kasarka's, maar ook heel veel meeuwen gingen dood. En dat H5N1-virus kwam ook datzelfde najaar naar Europa. En dus kwam de discussie op gang of wilde vogels dat virus inderdaad hiermee naartoe zouden kunnen hebben genomen. Maar heel anders dan nu was dat toen nog lang geen algemeen aanvaarde theorie. Het was zelfs zo dat er ook best wel veel verzet was vanuit de natuurbeschermingsorganisaties tegen dat idee dat wilde vogels die virussen konden verspreiden en bedrijven konden besmetten. En dat verzet was omdat mensen heel erg bang waren dat er ook echt een hetze op gang zou kunnen komen tegen wilde vogels. En het duurde bijna 10 jaar voordat we eigenlijk een hele duidelijke bewijslast op tafel konden leggen dat die trekvogels toch wel degelijk verantwoordelijk waren voor het transport over hele grote afstanden tussen Azië en Europa. H5 kwam toen opnieuw naar Europa en ook naar Nederland, deze keer in de vorm van H5N8. En u herinnert zich misschien nog de eerste uitbraak op een pluimveebedrijf in het Zuid-Hollandse Hekendorp. En dankzij een hele snelle actie tussen het Erasmus MC, het NIO en medewerking uiteindelijk van de NVWA, waren wij in staat met een heel groot aantal mensen wilde vogels in de directe omgeving van die bedrijven te vangen en te bemonsteren. We namen bloedmonsters, we namen swabs af. En u ziet dat hier hoe dat er in de praktijk uitziet. En dat was eigenlijk het begin van een hele succesvolle surveillance van levende wilde vogels die uitgevoerd wordt door vogelringers en ook door eendenkooikers. Mensen die dus eenden vangen met behulp van traditionele eendenkooien. Die werkten al langer samen met het Erasmus MC.
En binnen die surveillance monitoren we eigenlijk de aanwezigheid van vogelgriepvirussen door het nemen van bloedmonsters. Dat levert ons informatie op over specifieke antilichamen tegen vogelgriepvirussen. En daarnaast nemen we keel- en cloaca-swabs, zeg maar van die coronatests die we nu allemaal kennen, waarmee we een actieve infectie kunnen aantonen. En dat geeft ons enerzijds informatie over of vogels een infectie hebben doorgemaakt en die infectie hebben overleefd, maar ook of er gezonde, levende vogels rondvliegen die op dat moment een infectie doormaken en dus andere vogels kunnen besmetten. We kunnen die informatie bovendien ook verzamelen door niet alleen de vogels zelf te vangen en te bemonsteren, maar ook door de poep die watervogels als ganzen en eenden, maar ook meerkoeten en zwanen bijvoorbeeld duidelijk herkenbaar laten liggen. En die kun je ook bemonsteren en onderzoeken op de aanwezigheid van virus. En na een week hard werken in het veld ontdekten we inderdaad dat H5N8 virus in de uitwerpselen van twee smieten. Ja, wat is dat eigenlijk voor een vogel, die smint? Het is een trekvogel, het is een eend die over zeer grote afstanden over de wereld trekt. U ziet dat hier aan de hand van die verschillende lijnen die de locaties waar de vogel een ring heeft omgekregen en de locatie waar die uiteindelijk is teruggevonden, meestal geschoten door jagers in dit geval. Ziet u hier weergegeven. En dan ziet u heel goed die oost-west verplaatsingen over duizenden kilometers. De meeste smieten die in West-Europa overwinteren, die komen uit een groot gebied ten westen van de Oeral in Rusland. Maar u ziet dat er ook verplaatsingen zijn naar gebieden nog veel verder naar het oosten, tot diep in Siberië. En de genetische samenstelling van dat H5N8-virus dat we vonden in die uitwerpselen van die twee smieten vertoonde hele grote overeenkomsten met de H5N8-virussen die we in de bedrijven aantroffen in Nederland. Maar ook met hetzelfde H5N8-virus zoals dat in Korea en China bekend was. En daar werd het gevonden in wilde vogels ook in het voorjaar voorafgaand aan het najaar dat we het in Nederland vonden. Een echte missing link werd uiteindelijk gevonden in een smint die geschoten was in het oosten van Siberië. Die ook het H5N8-virus bij zich had. Wat qua genetische structuur eigenlijk precies midden tussen de Chinese varianten en de Europese varianten in lag. En u zag in de presentatie van Armin zag u ook het kaartje van de publicatie, waarin met verschillende rode cirkeltjes dat is aangegeven. Dus daarmee hadden we eigenlijk heel duidelijk bewijs in handen dat binnen één seizoen smieten via broed- of ruigebieden ergens in centrale Siberië in staat zijn om het virus hinkstapsprong vanuit overwinteringsgebied in Azië via het broedgebied in het najaar naar West-Europa te brengen. Dus daar zie je de rol van wilde vogels als vector. Nou, die smint is een dankbaar onderzoeksonderwerp voor ons. We kunnen die vogels zoals je hier ziet in grote groepen in onze graslanden zitten aan de slootranden, kunnen we heel goed vangen met dit soort kanonnetten. We kunnen de vogels dan bemonsteren, kijken wat voor virussen ze zich bij zich hebben. We kunnen ze ook heel goed volgen. Dat doen we aan de hand van dit soort gekleurde ringen die u daar op die vogel ziet. Maar we doen het ook aan de hand van zenders die ons precies vertellen waar de vogels naartoe bewegen. En als we dan die monsters die we van de smieten nemen analyseren, dan zien we, en dat is echt heel opvallend, een hele hoge zogenaamde seroprevalentie. Dus een hele grote mate van aanwezigheid van antilichamen die specifiek zijn voor het H5-virus. En dat is in sommige jaren zo rond de 30%. Dat kan zelfs wel oplopen tot boven de 40%. En dat betekent dus dat die smieten in Noord-Holland, die daar in onze graslanden zitten, dat misschien wel tot 40% van die smieten recent het afgelopen jaar met dat hoogpathogene virus in aanraking is geweest. En dat dus heeft overleefd. En we zien ook daarbij behorend dat de infectiegraad van levende vogels eigenlijk in alle jaren behoorlijk hoog is bij die smieten. En als we dat dan bijvoorbeeld vergelijken met een soort als de brandgans, die nu vooral de laatste jaren heel massaal sterft aan H5N1... dan zien we dat die seroprevalentie daar veel lager is. Dat gaat maar om enkele procenten. En we zien bovendien ook dat er in de eerste jaren eigenlijk helemaal geen infecties werden vastgesteld bij levende vogels. Hoewel we nu wel zien dat dat langzaam aan het toenemen is.
En daar blijft het niet bij. We hebben inmiddels ook aannemelijk kunnen maken dat diezelfde smint via hun broedgebieden op IJsland vanuit West-Europa H5N1 in het najaar van 2021 via IJsland naar het Canadese Newfoundland hebben gebracht. En binnen een tijdsbestek van enkele weken werd het virus vervolgens door de aanwezige trekvogels verspreid langs de hele Amerikaanse oostkust tot aan de Golf van Mexico toe. En inmiddels verder via trekvogels naar Zuid-Amerika. Nou, toch is dat niet het hele verhaal. Twee jaar later kwam H5N8 opnieuw terug naar Europa. Maar het was een heel ander variant van H5N8 met vooral ook heel andere eigenschappen. En dat manifesteerde zich deze keer niet zozeer in uitbraken in pluimveebedrijven, maar we zagen vooral hele grote sterfte van kuiveenden. U herinnert zich dat misschien duizenden kuiveenden die doodgingen op de Gouwzee, nabij Monnikendam en later ook in de Randmeren. Die vogels werden geraapt en we hebben een poging gedaan dat beeld te reconstrueren van hoe dat in de tijd die sterfte eruit zag. En u ziet dat in de grafiek hier achter mij. Maar toen gebeurde er iets opmerkelijks. Begin december was er een korte vorstperiode. De sloten vroren dicht. De smieten verplaatsten zich van de graslanden naar het open water waar ze in contact kwamen met de kuiveenden. En bleken vervolgens ook massaal aan het virus dood te gaan. Dus de smient is een vector, ja, maar kan ook een slachtoffer, een victim zijn. En wat we vervolgens ook zagen dat jaar voor het eerst was dat roofvogels, zoals deze buizerd, zich weer te goed doen aan de karkassen van dode smieten en kuivenen en vervolgens ook dat virus oplopen. En dat is een toenemende zorg. Dus we zien eigenlijk een patroon waarin we steeds nieuwe uitbraken, golven van verschillende varianten van diezelfde H5 terugzien keren in verschillende vormen. In 2016-17 leidde dat tot massale sterfte bij kuivenen, later smieten. Maar nu de laatste jaren, vanaf 2021, zien we het voor sterfte bij weer hele andere vogelsoorten zorgen. Voor het eerst, ik noemde het al, grote sterfte bij brandganzen. Maar het virus is ook ineens aanwezig in allerlei steltlopersoorten, zoals de kanoetstrandlopers die u hier ziet, bonte strandlopers, drieteenstrandlopers. En vervolgens kwam daar overheen de H5N1, die opnieuw voor grote sterfte bij brandganzen zorgde, maar eigenlijk geheel onverwacht ook voor enorme sterfte afgelopen voorjaar in kolonies van meeuwen en met name grote sterns. En we lopen op die manier dus eigenlijk steeds achter de feiten aan, omdat het virus steeds weer in nieuwe varianten opduikt en nieuwe vogelsoorten weet te infecteren. Blijft dat zich eigenlijk als een olievlek steeds verder uitbreiden. En intussen zien we helaas dat virus over de hele wereld verspreid is. We zien sterfte in steltlopers, maar we zien het ook bij pelikanen in Zuid-Amerika. We zien het bij pelikanen in Senegal en Gambia dit voorjaar. En rechts ziet u de beelden uit de kolonies van grote sterns in Nederland. Afgelopen mei en juni in het midden ziet u een kraanvogel in Israël, waar duizenden van die vogels aan hetzelfde virus zijn overleden. Een aantal jaren geleden hebben we, om dit in kaart te kunnen brengen, wat er allemaal gebeurt, wat ons eigenlijk allemaal overvalt, de zogenaamde AI-impact werkgroep in het leven geroepen. Dat is een groep van onderzoekers, terreinbeheerders, veldmensen, biologen, ecologen, die proberen gezamenlijk zoveel mogelijk die sterfte in kaart te brengen, maar ook vooral adviezen geven aan terreinbeheerders van hoe moet je nou met deze situatie omgaan. Hoe kun je die vogels tellen, hoe kun je ze ruimen, hoe kun je dat veilig doen en kun je op die manier verdere verspreiding binnen bijvoorbeeld kolonies van sterns voorkomen. En dat is belangrijk, want we zien dat het aantal wilde vogelsoorten met een H5-infectie in Nederland gestaag toeneemt. De afgelopen jaren zien we H5-infecties in ruim 40 soorten, zowel bij levende vogels als bij dode vogels. Wat is dan de impact op de populaties van die wilde vogels? Nou, in 2016-17 was dat nog vrij bescheiden. We zagen weliswaar grote aantallen kuiveenden en smieten doodgaan, duizenden letterlijk. Maar die rode balken
beneden de nullijn, die geven het percentage sterfte van de populatie wat we vast hebben gesteld, wat we berekend hebben weer. En dan zie je dat dat bij die ene soorten maar om enkele procenten gaat. En ze komen dat ook vrij snel weer te boven. Maar wat toen al wel een zorg was, was dat we zeer grote, een zeer grote impact zagen op de heel kleine populatie van de slechtvalk. Een roofvogel die we vooral in de winter langs onze kusten ziet. En die vogels die eten dus van die dode vogels. In 2020-21 en 2021-22 is de situatie een stuk zorgelijker geworden. We zien dat het virus zich verspreid heeft naar een heleboel verschillende vogelsoorten. En dat dat bij een aantal soorten ook tot hele hoge sterfte leidt. Ik noemde al de brandgans. Elk jaar duizenden vogels die overlijden. In Engeland zelfs aantallen tot ver boven de 10.000. En dat betekent een forse sterfte van de daar aanwezige populatie van ongeveer 35%. En we zien ook opnieuw bij soorten als slechtvalk, maar ook buizerd en grote mantelmeeuw, ook een vogelsoort, een grote meeuwensoort die graag van dode vogels snoept. Dan zien we dat die impact op die populaties in het percentage sterfte echt fors te noemen is. En natuurlijk vooral ook in 2022 bij onze grote sterns. We schatten dat maximaal ongeveer 60% van de volwassen populatie in één jaar het loodje gelegd kan hebben. En dat is natuurlijk zorgelijk. En zo'n soort houdt dat ook niet lang vol als dat meerdere jaren achtereen gaat gebeuren. We kunnen dat bij de slechtvalk ook heel duidelijk terugzien in de populatietrend die elk jaar door SOVON, door dat leger van duizenden mensen die de vogels tellen, bijgehouden wordt. We zien eigenlijk sinds de komst van H5N8 in 2016 en daarna opnieuw sinds de komst van H5N1... zien we dat die populatietrend heel sterk negatief is. Elk jaar gaan er zo'n 10-15% van die slechtvalkpopulatie af. En dankzij onderzoek met zenders weten we dat die slechtvalken die in de winter bij ons in Nederland overwinteren en nu dus doodgaan, dat broedvogels zijn uit Noordwest-Russische gebieden. Maar bovendien weten we door dat onderzoek dat er over de hele Eurasiatische, Arctische regio allemaal populaties zijn van slechtvalken die overwinteren in gebieden waar we de laatste jaren veel vogelgriep uitbraken zien. Dus dat is echt een heel groot punt van zorg. En de tragedie is eigenlijk dat de getroffen vogelsoorten allemaal vogelsoorten zijn die lang leven. En langlevende vogelsoorten die kenmerken zich door een lage reproductie. En dat betekent dat herstel van zo'n klap heel erg langzaam gaat. En het zijn bovendien dezelfde vogelsoorten die in de jaren 60 en 70 al dreigden uit te sterven door overmatig pesticidengebruik. En het heeft eigenlijk bijna tot op de dag van vandaag geduurd voordat veel van die vogelsoorten zich weer helemaal hersteld hebben. We hebben inmiddels ook modelmatig gekeken wat de impact zou kunnen zijn. Dit zijn modellen die door Hans Schekkerman van SOVON zijn opgesteld bij grote sterns. En bij een scenario waarbij dit een eenmalig fenomeen is, dan zien we dat die populatie zich wel weer kan herstellen, maar dat het toch al gauw 13 jaar duurt voordat we weer terug zijn op het oude niveau. Maar bij een scenario waarbij dit een terugkerend fenomeen is, zijn we een aantal jaren achtereen een dergelijke impact zien, dan zien we dat na een jaar of 20 de grote stern in Europa uitgestorven zal zijn. Wat moet je dan doen om dit te voorkomen? Een van de adviezen die we in ieder geval geven is dat het heel zinvol kan zijn om karkassen heel regelmatig te rapen en af te voeren. En dat moet je vooral doen aan het begin van het seizoen. Dus zodra je sterfte in een kolonie ziet, dan meteen die karkassen die infectieus kunnen zijn, enkele dagen, weken misschien wel, afvoeren, zodat de besmetting zich niet verder kan verspreiden. Daarbij is het natuurlijk wel heel belangrijk dat je strikte hygiënemaatregelen in acht neemt. Niet alleen om jezelf te beschermen, maar ook vooral om te voorkomen dat je onbedoeld tijdens je acties het virus van de ene kolonie transporteert naar de andere kolonie. En het is heel belangrijk dat we alle risicosoorten, en we hebben er inmiddels zo'n 50 in kaart weten te brengen, waar nog geen besmetting is vastgesteld, dat we die heel strikt monitoren en dat we heel goed in de gaten houden of daar sterfte optreedt en dat we direct handelen als we dat zien. We kunnen spreken van een panzootie onder wilde vogels inmiddels van het H5N1-virus. Overal ter wereld zien we dit virus nu opduiken. Ik heb er her en der wat plaatjes ingeplakt van vogelsoorten die daardoor getroffen worden, maar de lijst is oneindig lang inmiddels. En al die gebieden
zijn met elkaar verbonden door vogeltrekwegen. En dat is de manier waarop dit virus zich nu bijna ongebreideld kan verspreiden. En als je dan bedenkt dat dat virus steeds weer in die wilde vogelpopulaties een interactie kan aangaan met de daar aanwezige laagpathogene vormen, dan kun je een situatie verwachten waarbij er steeds weer nieuwe varianten blijven ontstaan die steeds weer een aantal jaren voor grote sterfte kunnen zorgen. En dat is, ben ik bang, een situatie waar we nog een tijd lang mee te maken zullen hebben. Daar wou ik het vanavond bij laten. Dankjewel. Het is een vrij sombere avond aan het worden. Ja. Merkt u al wel. Zijn er vragen? Ja, ze hebben dezelfde problemen. Ze hebben al sinds 2005 zien ze daar ook grote sterfte onder wilde vogels. Op dit moment zien we dat ook weer. Maar zoals Armin net ook al zei, eigenlijk ligt de bron van deze ellende ligt daar. En heeft eigenlijk alles te maken met de manier waarop pluimvee daar gehouden wordt. Een hele open structuur waarbij er heel veel interactie is tussen wilde vogels en pluimvee. En dat is natuurlijk een situatie waar we allereerst vanaf moeten. Maar dat is niet iets wat we op de korte termijn zien gebeuren, helaas. Er worden wel stappen genomen, maar dat gaat heel langzaam. Maar vinden ze het niet belangrijk dan? Want bij COVID hebben ze wel gereageerd. Ik snap het niet. Nee. Het is een goede vraag. Bij COVID zagen we juist het omgekeerde. Een extreem hard optreden. En dat zien we hier niet inderdaad. En ja, je kunt je inderdaad afvragen waarom dat is. Ik heb daar het antwoord niet op. Het is ook een heel ander. Het is gewoon een voedsel. Het is deel van een cultuur ook. Probleem. Daardoor, bedoel, de aanpak in China is ook sterk veranderd. Toen duidelijk werd dat af en toe ook mensen geïnfecteerd konden raken. Toen zijn er veel meer acties genomen. En is men ook echt gaan ruimen, is men gaan vaccineren. Maar dat is nu toch een beetje dweilen met kraan open. Ja. Dus het echt weer terug uitgroeien van die hoogpathogene virus die echt in de pluimveesector zijn ontstaan. Nou, dat is vrijwel onbegonnen werk, lijkt. Daar lijkt het nu wel op. Ja. In theorie zou het te doen moeten zijn. Nou, dat is wel bijna een paneldiscussievraag. Laten we die daar straks nog even neerleggen. Ik vroeg me af waarom het eigenlijk bij langlevende soorten vooral wordt gezien. Dat heeft er deels mee te maken dat al die watervogels, waarbij we deze virussen vooral zien, dat zijn eigenlijk allemaal vrij grote en daarom langlevende vogelsoorten. De meeste kleine vogelsoorten, dat zijn zangvogels. Bij zangvogels zien we maar heel incidenteel besmettingen met dit soort virussen. Het is helaas een... Maar waarom dan? Waarom zijn die zangvogels dan zo sterk? Dat is een goede vraag. Er is een hele lange co-evolutie geweest tussen vogelgriepvirussen en hun gastheer, watervogels. Die twee zijn heel erg op elkaar ingespeeld. Bij zangvogels zien we dit virus gewoon bijna niet. Zou het kunnen zijn dat eventjes een microfoon gekweekt worden? Zou het kunnen zijn omdat er weinig kleine vogeltjes gekweekt worden in bio-industrie of dat soort omgevingen? Nee, daar heeft het niets mee te maken. Want het vogelgriepvirus is gewoon een natuurlijk virus. Hè. De ellende die we nu zien heeft weliswaar met de pluimvee-industrie te maken. Maar die virussen zijn gewoon natuurlijke virussen. Die komen daar niet vandaan, van oorsprong. In met name de laagpathogene vorm? Ja, precies. In de laagpathogene vorm. Ik denk niet dat ze even vatbaar zijn. Het is niet zo makkelijk om daar een antwoord op te geven. Het gaat er natuurlijk. Er zijn een heleboel factoren die eraan bij kunnen dragen waarom een vogel uiteindelijk een infectie oploopt.
Dat heeft te maken met de vogel zelf. Het immuunsysteem van die vogel, hoe goed die daartegen bestand is. Maar het heeft ook gewoon te maken met de kans dat die dat virus daadwerkelijk tegenkomt. Dit is een virus dat gedijt in natte en vrij koude omstandigheden. Daarom watervogels. De meeste zangvogels die zitten in hele andere habitats. Drogere habitats in struikgewas, in bomen. Dus ze komen niet zo snel met het virus in aanraking. Dat zou een verklaring kunnen zijn. Ja. Nu in wilde vogels zoveel bijna endemisch is. Hoe zit het dan met de mutatiefrequentie in deze diersoorten? En is dat eventueel ook een bedreiging voor andere zoogdieren, inclusief de mens? Die besparen we even op voor Ron. Precies. Ik heb daar nog een vraag en dan hier. En dan moeten we, dan gaan we even door met de volgende presentatie. Is er nog hoop als je kijkt naar die smint, bijvoorbeeld dat hij het een paar keer door heeft gemaakt en eigenlijk wel weer een soort veerkracht heeft? Is er dan hoop? Want het is een heel somber gevoel eigenlijk. Dat misschien de smint als eerste het door heeft gemaakt en dat nu andere vogels gevoeliger zijn, maar dat ze het op een gegeven moment wel weer te boven komen? Ja, ik denk wel zeker dat die hoop er is. Over het algemeen zien we wel dat een virus in de loop van de tijd vaak milder wordt. Of dat dit soort golven toch weer uitdooft. Dus ik verwacht die hoop is er zeker. Wat ik alleen wel zorgelijk vind, is dat het nu zo wijd verspreid is, wat ik net ook zei, is dat er steeds weer mogelijkheden zijn voor nieuwe interacties, nieuwe mutaties, nieuwe recombinaties, waardoor er steeds weer nieuwe varianten kunnen opstaan die dan steeds weer voor een aantal jaren voor problemen kunnen zorgen. Een laatste vraag was hier. Ja. Ja, ik moet even een microfoon hebben. Ja, dank u wel. U zei net dat er is al langdurige coexistentie en co-evolutie met die water of met die vogels die bij water leven en langlevend zijn en groter. Dan moet er toch iets fundamenteel veranderd zijn doordat er nu de problemen zo evident zijn. Iets op aarde of iets met de dichtheid van de bewoning of wat dan ook. Want als het zo langdurig is, moeten ze aan elkaar gewend zijn en tolerantie zijn. Dat is ook zo, maar dat is alleen het geval bij de laagpathogene varianten. Het probleem is dus begonnen met het ontstaan van de hoogpathogene gemuteerde vormen die uit de pluimvee-industrie komen en vervolgens uit de pluimvee-industrie teruggegaan zijn naar de wilde vogelpopulatie. En op die specifieke varianten hebben veel van die wilde vogels nog geen antwoord. Ja, dan moet het virus veranderd zijn. Ja, maar dat is het ook. Die hoogpathogene vormen zijn, dat is echt een ander virus. Dat is op een aantal cruciale eigenschappen echt heel anders dan de natuurlijke laagpathogene vorm. Want een bepaald soort heeft altijd dezelfde mutantmogelijkheden. Dat kunnen we in de bollenteelt heel goed merken. Dat een soort altijd dezelfde mutanten voortbrengt over langere tijd. Nou, ik denk dat we hier een hele mooie brug hebben naar het volgende verhaal. Dank, Henk. En straks verder. En de laatste inleider is Ron Fouché. En die gaat ons vertellen over de impact van dit virus, maar dan voor zoogdieren. Dankjewel, Marion. Dat is de titel nog een keer. En het is misschien aardig om te beginnen met hoe dit H5N1 Guzguangdong virus in eerste instantie ontdekt is. Want we noemen het de vogelgriepvirus. Maar in 1997 werd het voor het eerst gezien bij mensen in Hongkong. Er gingen in Hongkong enkele mensen dood aan vogelgriep. En die werden onderzocht op professor Lim, Universiteit van Hongkong. En die kon niet zo gauw boven water krijgen waar die mensen nu aan dood gingen. En volgens goed gebruik verstuurde dokter Lim de samples van die patiënten naar dokter Jan de Jong hier in Nederland. Jan is inmiddels overleden, maar Jan was een topviroloog. En die had samen met Erik Klaas in de groep van Ab Osterhaus binnen enkele dagen door dat te maken hadden met een vogelgriepvirus, H5N1. Toen
die groep met Ab dat probeerde wereldkundig te maken, werden ze niet geloofd. Omdat op dat moment niet werd gedacht dat mensen konden worden geïnfecteerd door vogelgriepvirus en daar zeker niet aan konden doodgaan. Maar al snel werd duidelijk dat het wel degelijk zo was. Er werden meer mensen ziek in Hongkong, er gingen meer mensen dood. In totaal 6 mensen dood van de 18 geïnfecteerd. En er werd snel duidelijk dat het te maken had met H5N1 vogelgriepvirus in pluimvee. De levende dierenmarkten in Hongkong. Hongkong ruimde vervolgens al die levende dierenmarkten. Daarmee waren de uitbraken in pluimvee gestopt. En ook nieuwe besmettingen in mensen. Maar wat we niet wisten was dat het virus in Hongkong eigenlijk afkomstig was uit het vasteland van China. En de eerste detecties waren retrospectief in ganzen, gehouden ganzen in provincie Guangdong in 1996. En vanaf 2003 begon het virus opnieuw te spreiden. Eerst weer naar Hongkong. In dit geval kwam het Hongkong binnen via wilde vogels in een levende, in een grote natuurgebied in Hongkong. En we denken dat het te maken heeft, inderdaad, zoals Henk net al aangaf, door de manier waarop pluimvee gehouden wordt in China, zoals je linksonder kunt zien op het plaatje, waar tamme eenden en tamme ganzen buiten scharrelen en in contact komen met wilde eenden en wilde ganzen die vervolgens doortrekken en zo virus uit pluimvee, een echt pluimveevirus, weer op kunnen pakken en verspreiden naar nieuwe gebieden. En dat gebeurde dus in 2003, werden we voor het eerst gewaarschuwd, en vanaf 2004, zoals door Henk en Armin al verteld, over de hele wereld gaan spreiden. De heren nog niet verteld hebben, is dat daarbij ook meer dan 40 soorten zoogdieren zijn getroffen, waaronder mensen. En dat het tijdens al die waves van virussen die uit Azië naar de rest van de wereld spreiden, die HPAI pluimveevirus ook continu mengen met de LPAI wilde vogelvirus. En zo continu nieuwe varianten genereren waarvan de eigenschappen heel moeilijk te voorspellen zijn. Goed, heel even uw geheugen opfrissend. Dus de wilde watervogels vormen het reservoir voor alle laagpathogene virussen van influenza in de natuur. En vanuit die wilde vogelreservoirs springen soms laagpathogene virussen over naar pluimvee, naar varkens, naar paarden of naar zeezoogdieren. Dat is allemaal heel normaal. Die virussen springen zelden over van wilde vogels naar mensen, omdat mensen nu helemaal weinig in aanraking komen met de excreta van vogels. En dus was de gedachte lange tijd dat pandemieën in mensen weliswaar uit vogels komen, maar in de regel via varkens. In varkens zien we zowel humane griepvirussen als vogelgriepvirussen terug. En in varkens werd gedacht, kunnen die virussen genetisch mengen, waardoor nieuwe vormen ontstaan die ook weer gevaarlijk zijn voor mensen. Aangepast aan zoogdieren, gevaarlijk voor mensen. Maar sinds 1997 in het onderzoek in Rotterdam weten we dus dat ook mensen in principe als mengvat kunnen gelden voor die virus. Mensen kunnen ook geïnfecteerd worden met een mensgriepvirus en met een vogelgriepvirus. En zo kunnen nieuwe gevaarlijke varianten ook ontstaan. En we zien dus in die uitbraken die we sinds 1997 hebben gezien, veel infecties, ook van mensen, met die vogelgriepvirus. Tot nu toe zijn er met H5N1 873 gevallen gemeld aan de Wereldgezondheidsorganisatie. En van die 873 mensen zijn er 458 overleden. Nou zijn er wiskundige genieën die dan die nummers op elkaar delen en tot een case fatality rate komen van 52%. Maar dat is per definitie incorrect. Je ziet in deze landen waar deze uitbraken voorkomen, is het ongebruikelijk dat mensen met een verkoudheid zich melden bij de dokter en zich laten testen op griep. En dus alle milde infecties, en ook de asymptomatische infecties, worden volledig gemist. Met als gevolg dat de noemer in dit sommetje een enorme onderschatting is van het echte aantal infecties en we het echte aantal infecties eigenlijk niet kennen. Wat ook opvallend is aan dit plaatje, is dat we aan de linkerkant heel veel humane besmettingen zien en aan de rechterkant eigenlijk heel weinig. Ondanks het feit dat Henk en Armin u net hebben verteld dat sinds 2016 dit virus massaal is gaan spreiden. En dus waar we massale aantallen vogels, pluimvee en wilde vogels getroffen zien worden, zien we eigenlijk dat de aantallen meldingen aan zoonozen is afgenomen. We denken dat dat te maken heeft met weer die genetische vermenging. Dus
Die virussen aan de linkerkant, al 2016, die hebben interne genen van een heel bijzonder virus, H9N2 vogelgriep. En we zien dat bijna alle zoonotische virussen uit de laatste 20 jaar die interne genen van die H9N2 Aziatische vogelgriepvirus hebben. Maar vanaf 2016 zien we dat die H5-virus allerlei laagpathogene vogelgriepvirus interne genen hebben opgepikt. En we denken dat dat de oorzaak is dat we nu minder zoonose zien. Blijft een beetje gissen, want we kunnen dat natuurlijk niet experimenteel onderzoeken. Het is ook belangrijk om op te merken dat het feit dat we nu met H5N1 wat minder besmettingen zien, nog geen al te grote geruststelling is, omdat er ook andere H5-varianten circuleren. Dat hebben we net ook van de heren gehoord. En sommige van die varianten geven nog wel veel zoonose, zoals H5N6 momenteel in China nog steeds. Dit is de andere vorm van het plaatje wat Henk net liet zien over de wilde vogels die in Europa besmet gevonden worden. Het zijn hoofdzakelijk zieke en dode vogels. Met aan de linkerkant hoofdzakelijk anatidae, ganzen, eenden die dood of ziek gevonden worden. En aan de rechterkant meer en meer die in groen die zeevogels die in kolonies broeden. En dus de aantallen doodgevonden vogels over de laatste 3 jaar is enorm. Het aantal zieke vogels is enorm. En je ziet hier ook eigenlijk hetzelfde verhaal als wat Henk net zei in oranje. Die roofvogels die er continu getroffen ziet worden door het aanvreten van die besmette, zieke en dode vogels. Maar net als roodvogels zieke en dode vogels eten, doen zoogdieren dat ook. En dat heeft dan tot gevolg dat we in de laatste paar jaar ook meer dan 30 soorten zoogdieren getroffen zien worden wereldwijd. Het betreft dan vooral carnivoren, natuurlijk. Dieren die die vogels aanvreten. En hoofdzakelijk besmettingen van die carnivoren via voeding. En de meeste van die zoogdieren die ontwikkelen ernstige neurologische symptomen. En die kan op twee manieren ontstaan. Die kan of ontstaan doordat die zoogdieren eerst een luchtweginfectie krijgen, waarbij het virus via de olfactory bulb de brain ingaat, de hersenen ingaat, of dat het virus via het maag-darmkanaal in het bloed terechtkomt en dan via het bloed naar de hersenen gaat. Dat plaatje van die getroffen zoogdieren wereldwijd is prachtig gereflecteerd met wat we in Nederland zien. In Nederland, het Dutch Wildlife Health Center in Utrecht, samen met WBVR in Lelystad en EMC in Rotterdam, onderzoek aan het voorkomen van H5N1 in getroffen zoogdieren. En wordt in Hannover nog steeds zeehonden ontdekt, getest uit Pieterburen. En zien we ook in Nederland dus diverse vossen, bunzing, steenmarters, dassen, otter en de zeehond besmet met H5N1. En natuurlijk wat we hier zien, slechts het tipje van de ijsberg. Met de meeste van die dieren die ga je niet testen. Die ga je niet vinden, die ga je niet testen. Je ziet ook dat dit vooral allemaal hele grote zoogdieren zijn. En dat komt op de kleine zoogdieren natuurlijk niet opvallen. Maar de verwachting is dat ook muizen en ratten veelvuldig geïnfecteerd zullen zijn wanneer zij wilde vogels aanvreten. Dat is op zich al een vervelend beeld, al die zoogdieren die doodgaan. Maar wat ook nog vervelend is, is dat we ook in enkele gevallen waarschijnlijk een transmissie zien tussen die zoogdieren. En met die transmissie tussen zoogdieren lopen we het risico dat die griepvirussen die heel sterk aangepast zijn aan vogels langzaam muteren en selecteren tot varianten die beter in staat zijn om zoogdieren te infecteren. En aangezien mensen ook zoogdieren zijn, vrezen we dan ook voor adaptatie die van belang is voor het risico-inschatting voor mensen. Dus we zien wereldwijd infecties in varkens en wilde zwijnen, allerlei hondachtige soorten, in nertsachtige soorten, in katachtige soorten, in zeezoogdieren. Dus eigenlijk in alle zoogdieren, alle carnivoren die we ons kunnen voorstellen. En in het grootste deel van die besmettingen zien we al regelmatig adaptatie van het virus aan die zoogdiersoort. Dus mutaties die je in vogels nooit zal zien. Zoals hier genoemd veranderingen in het basispolymerase-eiwit, waarvan bekend is dat deze te maken hebben met adaptatie aan zoogdieren. Deze mutaties die kennen we uit pandemieën in mensen uit het verleden. En zijn dus een punt van zorg als we die nu met vogelgriep waarnemen.
tijdens die uitbraken waar we denken dat er ook transmissie is geweest tussen zoogdieren, zoals in de zeehonden, in de Verenigde Staten, de zeeleeuwen in Peru. En zeker bij de nertsen in Spanje is er duidelijk aanwijzing voor die adaptatie. En zie je in die nertsen in Spanje bijvoorbeeld ook adaptatie in de oppervlakte-eiwitten, zoals het neuraminidase, wat opgemerkt werd door onze collega's hier in Utrecht, Sanne de Haan en Erik de Vries. Dus er zijn zorgwekkende mutaties te zien. En die zijn vooral zorgwekkend omdat we weten dat in zoogdieren dus adaptaties ontstaan die ook gevaar opleveren voor de mens. Mijn eigen onderzoeksgroep heeft 10 jaar geleden al onderzoek gedaan aan hoe een vogelgriepvirus als H5N1-virus kan aanpassen aan zoogdieren en via de luchtwegen overdraagbaar kan worden. En we hebben laten zien dat dat daadwerkelijk kan met zo'n H5N1-vogelgriepvirus. Die virussen kunnen mutaties oplopen waardoor ze door de luchtwegen overdraagbaar worden tussen zoogdieren. En een van die mutaties die daarbij noodzakelijk is, op rechts, zien we dus nu alweer terug in de zoogdieren in de natuur. Dit gebeurt niet alleen in het lab, maar zien we ook met diverse vogelgriepvirussen in het veld. We hebben eerder al plaatjes gezien van marion, van virussen in varkens, virussen in paarden. Het zijn allemaal oorspronkelijk vogelgriepvirussen die muteren in paarden, in varkens, en zich adapteren en vervolgens overdraagbaar worden tussen die zoogdieren. En dat gebeurde ook in Nederland in 2017 in zeehonden met een ander vogelgriepvirus, H10N7... wat overdraagbaar werd tussen zeehonden. En wanneer je met die virussen onderzoekt, zie je dat exact diezelfde mutaties die je normaal in een pandemie in mensen ziet ontstaan, of in een frettenstudie in het lab, die exactzelfde mutaties ook in het veld optreden. Dat is dus zorgwekkend, omdat die mutaties die we nu op zien treden met H5 dus ook een verhoogd risico zouden kunnen geven voor mensen. Het goede nieuws is dat we dus weten waar we op moeten letten. We kennen inmiddels die mutaties. Die kennen we uit die labstudies, die kennen we uit onze veldstudies, die kennen we ook uit de pandemieën van de vorige eeuw. Het zijn mutaties die het virus beter in staat stellen om in cellen van zoogdieren te vermenigvuldigen. En momenteel, dus tijdens al die uitbraken in pluimvee, in wilde vogels, in zoogdieren en de mensen, speuren we naar die mutaties. En op het moment dat we die mutaties zien, kunnen we harder ingrijpen om die uitbraken te stoppen. Dat gebeurt. En daarmee denken we het risico voor mensen uiteindelijk te kunnen verkleinen. Dat doen we natuurlijk niet als individuen, maar dat doen we wereldwijd. Onder auspices van de Wereldgezondheidsorganisatie. Het is een groot netwerk, het GISRIS-netwerk. Global Influenza Surveillance and Response System, waar alle landen van de wereld deelnemen. En waar verplicht is om zoonozen te melden. En dit zijn de zoonozen die de laatste 2,5 jaar wereldwijd gemeld zijn. Je ziet al een aantal zoonozen natuurlijk met varkensgriepvirussen. Dat gebeurt continu en blijft een punt van zorg. Maar wat je hier ook ziet in rood zijn die H5-vogelgriepvirussen. En gelukkig is het aantal besmettingen met H5N1 hier nog aan de lage kant. In geval in Ecuador, in geval in de Verenigde Staten, in Engeland, Spanje. En daar blijft het eigenlijk bij. Dus dat is goed nieuws. Dat zijn de getallen die ik net liet zien. Wat zorgwekkender is op dit moment nog altijd, is H5N6 in China, in Laos, in Nigeria. Met veel hogere getallen en zeer ernstige infecties. Maar die WHO die monitort dus die uitbraken en doet ook risico-inschattingen voor de hele wereld op basis van die gegevens die gevonden worden. Dat doen ze met een tool die heet TIPRA, Tool for Influenza Pandemic Risk Assessment. En wereldwijd worden daar dus de meldingen gemaakt van infecties van mensen en worden risico-inschattingen gemaakt voor de kans dat die virussen, die zoonotische virussen, een volgende pandemie zouden kunnen gaan veroorzaken en wat de impact daarvan zou zijn. Het doel van die TIPRA is dus een tijdige risicobeoordeling van de zoonotische griepvirussen met pandemisch potentieel, de documentatie van de risicokenmerken van de virussen, het identificeren van kennishiaten en het prioriteren van verder onderzoek en monitoring om te proberen die uitbraken in de kiem te smoren, en het faciliteren van delen van informatie. Natuurlijk dus wetenschap, beleid en andere. Alles om al heel vroeg te kunnen ingrijpen in die uitbraken nog voor een pandemie start.
Dat gebeurt op een aantal risico-elementen die gescoord worden door experts wereldwijd. En dat gaat dan over het scoren van hoe vaak infecties in mensen voorkomen en onder wat voor omstandigheden. Wat de ernst van de ziekte is en dus de ernst van een pandemie eventueel zou zijn. Wat de impact is van immuniteit tegen griepvirussen in de humane populatie. Wat van belang is op de waarschijnlijkheid dat een pandemie met zo'n virus zou kunnen ontstaan. En op de ernst van die pandemie. Maar ook de gevoeligheid van antivirale middelen. In hoeverre zijn de antivirale middelen die we nu op de plank hebben liggen geschikt om in te grijpen wanneer het misgaat. Er wordt gescoord op dierinfecties. Hoe vaak komt het voor in dieren? Welke soorten? Hoe is de geografische verspreiding? En natuurlijk op die virologische factoren die ik noemde, die genetische eigenschappen. In hoeverre zijn die zoonotische virussen op weg om pandemisch potentieel te ontwikkelen? En dan met name kijkend ook naar die receptorbinding-eigenschappen en de transmissie tussen zoogdieren onderling. Nou, die TIPRA-assessments die zijn schatten op dit moment de ernst en de dreiging van die H5N1-virus waar we mee te maken hebben nog relatief laag in. Die staan linksonder in de hoek, genummerd als 2344B. Een makkelijke codering voor deze virus. Rechtsbovenin zie je de gevaarlijkste virussen eigenlijk waar we het meest bang voor waren. Dat zijn H7 en 9 vogelgriepvirussen in China tussen 2013 en 2017. Die virussen waren zeer virulent, maar hadden ook al een aantal van die eigenschappen van typische pandemische virussen. Met die mutaties in polymerase en in de oppervlakte eiwitten, waardoor ze virusoverdraagbaar worden tussen mensen en andere zoogdieren. Linksboven zie je die H5N6-virussen die we in China zien momenteel. Die zijn ook zeer virulent. Bijna iedereen die met zo'n infectie bij de dokter komt heeft een zeer ernstige longontsteking en een groot deel daarvan overlijdt. Maar het risico voor het ontwikkelen van een pandemie is minder groot dan voor die H7 en 9-virussen, omdat die typische mutaties die voor zoogdieradaptatie noodzakelijk zijn niet gezien worden in die virussen. Maar helemaal links onderin staat dus die H5N1-virussen waar wij hier nu mee te maken hebben. En die nog vooralsnog aan de lage kant gescoord wordt voor zowel de impact als de waarschijnlijkheid dat zo'n pandemie zou gaan ontstaan. En dat komt dan door het scoren van die parameters die ik net noemde. De genoomkarakteristieken van die H5N1-virussen in 2020 was dusdanig dat er werden weinig adaptatiemarkers gezien, weinig signalen gezien die duiden op een pandemische dreiging. Het virus bindt nog hoofdzakelijk aan vogelreceptoren, niet aan mensenreceptoren. Alle virussen die gevonden hebben waren gevoelig voor medicijnen. En het virus is niet overdraagbaar tussen zoogdieren. Er werden wel veel infecties gezien in dieren en zeer wijdverspreide patronen van distributie in vogels, in wilde vogels en in pluimvee, zoals net gemeld. Maar de humane infecties waren dus beperkt en de ernst van de infecties was ook beperkt. Dus de paar gevallen die we gezien hebben, de meeste van die besmettingen waren asymptomatisch en dus geen grote reden tot zorg. Maar er zijn nu een aantal zaken wel aan het veranderen, zoals we net hebben gehoord van de heren voor mij spraken. Ten eerste dus die infectie in dieren die echt aan het veranderen is. We zien nu veel meer vogelsoorten over de hele wereld verspreid. Dus ook die geografische distributie is aan het toenemen, hoewel die al heel erg hoog was. Maar we zien nu ook die infecties in al die zoogdiersoorten en infecties die overgaan van de ene zoogdier op het andere. De humane infecties die zijn nog aan de lage kant, maar we zien nu in de laatste paar weken ook enkele ernstige infecties in Ecuador en in Chili die we voorheen, in de jaren vijf daarvoor, eigenlijk niet zagen. Belangrijk is ook die genoomkarakteristieken op links, waar we nu dus steeds vaker door die zoogdierinfecties al signalen krijgen van virussen die aan het aanpassen zijn aan zoogdieren. Dus die TIPRA die wordt momenteel opnieuw uitgevoerd. De komende weken zal de WHO weer een nieuwe risico-assessment doen van deze virussen. En de verwachting is wel dat die risico-assessment iets omhoog zal gaan door het verschuiven van met name de parameters die ik hier aangeef. Dus samenvattend van die TIPRA is dat die kleed 2344-virussen, H5N1-virussen waar we het net over spraken, momenteel aan het domineren zijn. Het risico voor mensen wordt door alle risico-assessors op dit moment nog als laag ingeschat,
omdat het gastheerbereik nog zeer vogelspecifiek is. Dus deze virussen zijn niet zeer zoonotisch. Maar bij die inschatting wordt wel een grote mate van onzekerheid gegeven door de verschuiving in de ecologie zoals we die nu zien. En we zien dat door die enorme prevalentie en door de enorme verspreiding over de hele wereld, dat het contact met mensen nog nooit zo hoog is geweest als dat we het nu eigenlijk zien. We zien met name dat die virussen nu in een aantal gebieden zijn gaan circuleren waar bijzonder weinig ervaring is met vogelgriep. We hoorden al van Armin hoe weinig ervaring wij hadden in 2003 en hoeveel we daarvan hebben geleerd sinds 2003. Maar in Zuid-Amerika hebben we die ervaring nog niet en worden nu infecties met vogelgriepvirussen vaak 10 dagen na de eerste besmetting pas aangetoond. Dat is een risicofactor. En daarnaast zien we dus dat die 2,3,4,4b-virus infecteren steeds meer nieuwe gastheren, waarin ze adapteren aan zoogdieren en een nieuwe niche kunnen vormen. En dat is een extra bron van zorg op dit moment. En daarmee kom ik tot mijn conclusies. En dat we op dit moment is er zeker geen reden tot mijn paniek. En ik denk ook in de vraag van de heren zojuist van 3 jaar geleden stonden we hier aan het begin van COVID. Staan we nu aan het begin van een nieuwe pandemie, kunnen we gerust nee zeggen. Dus geen paniek, maar de waakzaamheid is wel geboden door al die grote veranderingen en onzekerheden die er zijn. En we moeten dus zeker de levende en doodgevonden dieren kritisch blijven monitoren. Zowel de gehouden vogels als wilde vogels, maar ook zoogdieren. En met name die vroege detectie en nader onderzoek van zoonoses is cruciaal om echt de adaptatiefase van vogelgriepvirussen aan mensen vroeg door te krijgen. Ongebruikelijke uitbraken moeten zeker onderzocht worden. De nertsen in Spanje heeft u in de krant kunnen lezen. De zeehonden en de zeeleeuwen in Amerika, waar duidelijk sprake lijkt te zijn van zoogdiertransmissie. Daar heb je de kans dat virussen ontstaan die ook voor mensen gevaarlijker zijn. Om erger te voorkomen moeten we die uitbraken al aan de bron aanpakken. We moeten niet wachten tot die virussen in mensen gaan circuleren, maar die virussen moeten uitgegroeid worden in het dierenrijk. We hebben allemaal gezien wat een impact van een pandemie of zelfs die vroege respons kan hebben. En ik denk dat we het snel over met elkaar eens kunnen zijn dat we beter al veel vroeger kunnen ingrijpen wanneer het fout gaat. Dat houdt in dat we de gehouden dieren moeten monitoren, dat die biosecurity op die boerderijen moet verbeteren en ook andere managementopties onderzocht moeten worden. En Armin noemde net al de optie van pluimveevaccinatie. Dat moet dan wel gecombineerd worden met goede monitoring opnieuw. En misschien moeten we ook vanaf het begin gaan nadenken over een exitstrategie, hoe je ook weer bij die vaccinatie weg kan stappen op het moment dat het rustig is. Ook de wilde dieren moeten gemonitord. En met name, zoals Henk aangaf, die bedreigde diersoorten. En daar moeten we echt op zoek naar opties om te kunnen interveneren om die bedreigde diersoorten te beschermen. Die ervaring hebben we überhaupt niet. We hebben een compleet nieuwe situatie. En daar ligt dus een grote, moeilijke taak voor ons. Delen van virussen, data en sequenties is cruciaal voor surveillance. We zien dat wereldwijd heel slecht gebeuren. De ervaring met China en COVID staat nog in ons geheugen gegrift. Daar moeten we echt mee stoppen. We moeten die informatie delen over de hele wereld en van elkaar leren. En ik denk, hoewel er dus geen reden is voor paniek, is het wel belangrijk dat we nu ook onze draaiboeken voor pandemieën nog een keer naar boven halen. We hebben COVID nog vers in het geheugen. We weten wat er werkte, wat er niet zo goed werkte. En we kunnen dus nu met dit nieuwe scenario zeker even kijken wat er allemaal beter kan voor de volgende keer. Waarbij we kunnen doorexisteren allerlei what-if-scenario's. What if dit virus straks in onze varkensstapel in Nederland gaat circuleren? Wat doen we dan? Hoe pakken we dat aan? Of wanneer dit virus vanuit Zuid-Amerika met zeezoogdieren gaat spreiden. Allerlei rare scenario's zijn mogelijk waar je over moet nadenken. En daar ga ik stoppen. Ik wil 2 opmerkingen maken. Dat indien u geïnteresseerd bent in H5N1 vogelgriep, dan raad ik u aan om de 3-maandelijkse EFSA-reports te lezen. Die wordt door een groot aantal mensen geschreven. En is een zeer mooi overzicht van alles wat er in de wereld gebeurt met vogelgriep. Die komen iedere 3 maanden uit. En de tweede wil ik mijn collega in Amerika, Richard Webby, bedanken voor de
Tipra dia's. Vorige week sprak ik samen met hem back-to-back voor de WHO. En ik heb de helft van zijn dia's bij mij naar binnen geschoven. Dank u voor uw aandacht. Het kader van beter goed gejat, hè? Zo is het. Vragen voor Ron? Heeft u één moment? Ik geef u even de microfoon. Is het voor iedereen goed te horen? En dan kunnen we het thuis ook nog even terugluisteren. Ja, hartelijk dank voor uw verhaal. Ik vroeg me af over relaties met klimaatverandering. Waarschijnlijk. Is altijd moeilijk aan te tonen. Maar zeker in het gedrag, in het migratiegedrag van wilde vogels zie je een grote verschuiving. Hè? Bijvoorbeeld, kijk maar naar de ganzen die nu in Nederland broeden en die in het verleden zeker niet in zulke getalen in Nederland aanwezig blijven. Dus je ziet hele grote veranderingen in de patronen van wilde vogelmigratie. En dus daar denk ik wel dat een impact zal zijn. Maar in hoeverre dat echt aan de huidige uitbraken terug te leiden is, is heel moeilijk te zeggen. Dank voor dit heldere verhaal. Ik zie van Thijs Kuiken wel eens waarschuwingen voor de rol die mega pluimveestallen hierin zouden kunnen spelen. Stel theoretisch dat we de complete pluimveeteelt in Nederland zouden afschaffen. Zou dat verschil maken? Als we dat alleen in Nederland zouden doen, zeker niet. Kijk, we hebben net al gehoord dat de problemen in China ontstaan. En zolang vanuit China wilde vogels migreren naar andere landen, zullen we in pluimvee wereldwijd die uitbraken houden. Het is wel zo dat hoe groter de pluimveestallen zijn, hoe groter de aantallen in één keer geruimd zouden kunnen moeten worden. Hè? Dus we zien een aantal van die ruimingen. Als je gaat ruimen, dan moet je ineens 200.000 kippen ruimen. Ja, je kan ervoor kiezen om je pluimveehouderijen wat kleiner te maken. En ik wil ook nog even teruggrijpen op die andere manier van HPAI-introductie, namelijk vanuit laagpathogene virussen. Dus die mutatie van laagpathogeen naar hoogpathogeen, dat is wel waarschijnlijker dat het in een grote pluimveehouderij gebeurt dan in een kleine. Aan de andere kant moet er worden gezegd dat die grote pluimveehouderijen vaak de biosecurity weer beter op orde hebben. Dus om die factoren allemaal te wegen, ben ik altijd iets genuanceerder dan professor Kuiken. Maar heb ik ook wel een bezwaar tegen het ruimen van pluimveehouderijen waar miljoenen of meer kippen zitten. Als we dit nou allemaal zo goed monitoren wereldwijd, van nou ja, in ieder geval we monitoren het, ik weet niet of het goed gebeurt, dan kunnen we toch ook onze griepvaccins er tijdig op aanpassen? Of kan dat niet voor vogelgriep? De griepvaccins die zijn niet geweldig. De griepvaccins die we nu toedienen aan risicopatiënten hebben een effectiviteit van ongeveer 50-60%. En wanneer we te maken krijgen met een vogelgriepvirus, dan moet het hele vaccin anders. Dus het is niet zomaar een update van wat we nu ieder jaar doen. Dan moet je echt een compleet nieuwe HA en een compleet nieuwe NA in je vaccin stoppen. En wij weten dat die nieuwe HA en die nieuwe NA zeer weinig immunogeen is. Dus zolang wij de klassieke griepvaccins gaan gebruiken, is de verwachting dat die effectiviteit tegen een pandemisch virus niet geweldig zal zijn. Het kan zijn dat de mRNA-vaccins, zoals we die hebben geleerd tijdens COVID, veel beter gaan werken, maar daar hebben we nog weinig ervaring mee met griep. En ik moet ook eerlijk zeggen dat de data die we hebben gezien daarmee van vlak voor COVID er helemaal niet zo goed uitzagen. Inmiddels zijn die mRNA-vaccins veel verder doorontwikkeld. We hadden echt mazzel met de doorontwikkeling toen COVID eenmaal optrad. Toen hadden we net de nieuwste ontwikkelingen te pakken, waardoor die vaccins ineens geweldig werkten. Dus het kan best zijn dat de huidige mRNA-vaccins heel goed gaan werken. Maar dan nog is de kans dat we 7 miljard doses mRNA-vaccins H5N1 op tijd klaar gaan maken, vrijwel uitgesloten. Ja, maar dat is dan toch, lijkt me, prioriteit 1, dat we daar nemen aan dat dat gebeurt momenteel, toch? Nou, dan gaat u ervan uit dat we de volgende pandemie daadwerkelijk H5N1 zal zijn. Maar we hebben net gezegd van, nou, misschien is het hem en misschien is het hem niet. En het kan dus best zijn dat als we nu H5N1-vaccin gaan produceren,
dat we volgend jaar denken, hadden we maar H9N2 besteld. Misschien wel ook over het concept pre-pandemisch vaccins, hè? Ja, nou, er wordt ook gewerkt aan breedwerkende griepvaccins die tegen alle griepvirussen uit de hele wereld in één klap bescherming geven, maar zover zijn we nog niet. Dat is de Holy Grail in influenza-onderzoek. Is één vaccin tegen alle griepvirussen. En dan is Armin binnenkort werkloos en ik ook. En dan gaan wij samen fietsen, denk ik. Ja. Is daar? Een vraag. Onze rioolwaterzuivering monitort nu COVID. Dat is op dit moment een van de beste voorspellers. Er wordt gezegd, het zit in water, oppervlaktewater. Dat wordt ook bijgehouden en gemonitord. Is men al in staat om dit soort virussen daar op te pikken als een soort waarschuwingssysteem? Zeker. Maar er zijn weer een paar haken en ogen. Kijk, mensen hebben hun griepvirussen. Influenza A, H1N1, AH3N2. Die moet je dan ook kunnen onderscheiden van de AH5N1's. En dat kan, maar dan moet je al een behoorlijke coverage en bioinformatics pipelines op orde hebben. Daarnaast heb je de veterinaire sector, waarvan ook virussen in het rioolwater terecht kunnen komen, van varkens of van pluimvee. En we willen natuurlijk niet, wanneer er uitbraken zijn in wilde vogels met H5N1, concluderen dat dat in mensen is. Dus om dat onderscheid te kunnen maken, daar moeten we nog wel een stapje in maken. Dus door in het rioolwater te kijken, moet je onderscheid maken tussen humane griep, vogelgriep, en vogelgriep die van vogels, van pluimvee of van mensen afkomstig is. En dat is nog wel een dingetje. Het is ook zo dat COVID, denk ik, veel vaker via uitwerpselen in het rioolwater terechtkomen dan griepvirussen. En ook daar is nog weinig ervaring mee. Er wordt momenteel veel ervaring mee opgedaan. En ik verwacht daar ook wel veel van. Maar het is opnieuw geen oplossing voor al onze problemen in de monitoring. Die vraag, en dan wil ik jullie twee vast vragen om hier ook plaats te nemen, zodat we zo meteen de discussie wat verder openen. Sinds 2012 is volgens mij het fundamenteel onderzoek aan virussen erg beperkt, doordat er heel veel veiligheidsmaatregelen zijn. En ik zag een klacht in het artikeltje van Kai Koopersmit in Science, dat toch graag wat meer gain of function, dat is een beladen naam, maar ik noem het fundamenteel onderzoek aan virussen. In hoeverre beperkt dat de mogelijkheden tot het onderzoeken van komende pandemieën? Op dit moment in Europa niet. Dus de academici in Europa hebben in 2016 een prachtig document geschreven, waarin ze duidelijk maken dat in Europa virusonderzoek, inclusief gain of function, goed bij wet geregeld is. En dat is ook zo. In Amerika is dat niet zo. In Amerika mag je met virussen in je eigen garage knutselen. In Amerika mag je genetische modificatie aan virussen in je eigen garage toepassen, zolang dat maar niet door NIH wordt gefund. Maar met private geldstromen, met private geldstromen mag je in je garage met virussen knutselen. En daarom hebben ze in Amerika die discussie momenteel. Dus in Amerika wordt momenteel het fundamenteel onderzoek aan virussen serieus gehinderd. En daar wordt natuurlijk nu een discussie op gang gebracht dat er iets aan gedaan moet worden. Want het is inderdaad zo dat het ontzettend belangrijk is dat wij virussen aanzien komen wanneer ze een dreiging gaan vormen. En op dit moment is het zo dat in Amerika niemand meer een virus uit de natuur durft te halen en het durft te analyseren in het lab. En daarmee wordt het risico eerder groter dan kleiner, als je het mij vraagt. Maar in Europa gaat dat onderzoek gewoon door, in principe. Ik wil even aangeven dat we niet denken dat mensen in de garages knutselen, maar dat het vooral gaat om hoe is de regelgeving, de toestemmingen, de toetsingen, hoe is dat geregeld? En dat is in Europa aanzienlijk strenger dan. Dus de Europese academici hebben gezamenlijk een document geschreven in 2016, dat werd door de Europese Commissie ook onderschreven, dat in Europa die wet en regelgeving perfect op orde is en dat het onderzoek gewoon door moet. Zouden jullie weer erbij willen komen? Want dan wil ik graag de vloer openen voor
vragen over het grotere geheel. U ziet wat we hebben proberen te doen. Dit is eigenlijk een serie presentaties die een echt complex probleem neerleggen. We hebben het aan de ene kant over virussen die al van oudsher van nature voorkomen in wilde vogels. Daar zo hun impact hadden, maar niet in de mate die we nu zien. Dat was min of meer een evenwicht. We hebben gezien wat er kan gebeuren als dat verstoord raakt door introductie in grootschalige gehouden dieren. En de consequenties daarvan. En we zien dat we potentieel problemen hebben met een pandemische dreiging, hoewel die op dit moment voor deze virussen weer mee lijkt te vallen. Een heel complex probleem waar we nu in de discussie dit gedeelte gaan proberen dat nog wat verder te ontrafelen. En misschien kan ik even aftrappen met: is er überhaupt iets aan te doen? Specifiek denk ik dan richting preventie. Er waren al wat vragen, hè, van is dat probleem in de pluimveesector in China? Ik geloof dat u dat vroeg, ik weet het niet meer. Is daar echt iets aan te doen? Een vraag, is er echt iets te doen aan de verspreiding en de enorme impact onder wilde vogels en wat daar mogelijk aan consequenties gaan komen? En we hadden al een beetje het begin van een discussie over: moeten we niet toch gaan zeggen, ja, allemaal leuk, die surveillance, maar laten we vooral als de Wiede Wera zorgen dat we vaccins hebben. Wie mag ik? Ik wil best wel wat zeggen over de situatie in de pluimveehouderij. waarbij ik heb geschetst dat als we praten over een grote herstructurering van de pluimveehouderij in Zuidoost-Azië, dat echt hele lange termijn is. In dat soort landen is er een historie en cultuur om levende vogels te kopen, omdat dode dieren ziek kunnen zijn en toch nog op de markt kunnen worden verkocht. Dus men wil gewoon levende dieren hebben. Betekent ook dat er levende natte markten zijn waar allemaal dieren aanwezig komen uit verschillende windstreken, virussen meenemen. En die wet markets heeft Ron ook al laten zien, is een broedplaats van ontwikkeling van nieuwe virussen, maar ook weer virussen die met dieren die niet verkocht worden en die in de pan gaan, zeg maar weer teruggaan naar andere regio's omdat ze verkocht zijn. Dus het is een hele moeilijke situatie. Wij hebben in Nederland en in West-Europa hebben wij veilige vleesproducten die wij vers hebben. En zijn wij niet zo bang voor die ziektes. Maar betekent dat je praat over historie en cultuur van honderden jaren die je niet in enkele generaties kunt veranderen. Eigenlijk is het natuurlijk ook een paradox dat we in Nederland als gevolg van consumenten eieren en producten willen geproduceerd hebben die ecologisch zijn, waar we dus praten over meer dierwelzijn in een situatie waarin de dieren dan buiten worden gehouden. Waar we ze vroeger eigenlijk naar binnen hebben gebracht om te voorkomen dat soort dieren parasitaire infecties hadden. Maar omdat we ze buiten houden, hebben we wel een veel groter risico op blootstelling aan die natuur waarin die influenzavirus aanwezig zijn. Dus dat is iets waar we mee te maken hebben. En waar je dan misschien iets mee moet doen. Als wij de uitloop-eieren willen blijven produceren, dan moeten we proberen om toch die omgeving rond dat soort bedrijven vrij te houden van interactie met die wilde vogels. Nou ja, daar zijn wat technische mogelijkheden voor, maar het is natuurlijk toch een moeizame situatie. Ja, de situatie in wilde vogels is natuurlijk anders, juist vanwege het feit dat het wilde vogels zijn. We kunnen ze niet in een kooi of een bedrijf houden. We kunnen ze moeilijk vaccineren. Dus dat maakt het een uitdaging. Maar het is tegelijkertijd ook een kans dat die vogels bewegen. Want dat biedt ze ook soms een ontsnappingsmogelijkheid. En we zien dat ook wel gebeuren. Als een virus een dermate grote impact heeft op wilde vogels, dan betekent dat eigenlijk dat de vogels die die er last van hebben, dat die zo snel doodgaat of zo ziek worden dat ze niet meer in staat zijn bijvoorbeeld om naar hun broedgebieden te vliegen.
En we zagen dat dat voor kort ook altijd gebeuren bij wilde ganzen. We zien dat die vogels in de overwinteringsgebieden die virussen wel oplopen en daar last van hebben. Maar dat de vogels die als ze eenmaal in het voorjaar naar hun broedgebieden vliegen, dat ze die virussen kwijtraken. De individuen die te ziek zijn om te vliegen, die blijven achter. En alleen de gezonde vogels vliegen door. Dat noemen we migratory purging. De situatie is nu mogelijk wel anders, omdat we nu zo'n wereldwijde verspreiding zien, dat die vogels het overal kunnen oppikken. En tegelijkertijd, door de politieke situatie, kunnen we op dit moment ook niet naar de belangrijke broedgebieden in Rusland met name, hè, die precies halverwege Azië en Europa liggen, om te kijken hoe de situatie daar nu is. Maar goed, dat biedt in ieder geval wel een uitweg. Er zullen altijd kleine populaties zijn die weten te ontsnappen naar een gebied waar ze op die manier zeg maar goed heen komen kunnen zoeken. En ja, daar zie ik dan ook wel wat hoop in dat de situatie gaat redden. En misschien Ron, ja, je zei net al wat over vaccins. Misschien kunnen we daar nog bij pakken dat dit in feite ook een One Health probleem is. En zie jij mogelijkheden voor een gezamenlijke aanpak met bijvoorbeeld de veterinaire sector? Of is dat toch echt te... Nou, zeker. Maar je verwacht van mij nu allerlei technocratische oplossingen misschien. Maar ik zou toch eerder aan die preventiekant gaan zitten en toch weer naar Armin kijken dat daar toch echt wat moet gebeuren. En we kunnen wel zeggen, wat er in China gebeurt, gaan we voorlopig niet oplossen. Maar het is belangrijk om op te merken dat tot 50 jaar geleden in Europa ook de meeste pluimvee levend werd verkocht. En dat we inmiddels die pluimvee gewoon in onze koelvak hebben liggen. Dat kan in China uiteindelijk ook. Dat neemt niet weg dat daarmee ook nog steeds de dichtheid van pluimvee in een groot aantal landen zal moeten veranderen. Dat die grote pluimveehouderijen misschien moeten stoppen. Dat we die pluimveehouderijen niet moeten leggen in risicogebieden met wilde migrerende vogels. Dat de lange termijn oplossingen, dus ik heb het niet over dingen van vandaag of morgen, toch in een herstructurering van de landbouw- en marketingsector zal moeten gaan komen. Niet alleen voor vogelgriep, maar voor heel veel zoonozen. En daarmee kan je hopelijk pandemieën deels voorkomen. Want je zei net ook, we moeten het niet stoppen met monitoring. Nee dus, want je blijft gewoon die risico's wel houden. Maar je moet het snel opmerken, dan kan je snel ingrijpen in dieren, zodat je het niet in hoeft te grijpen in mensen. En daarnaast moet je dan een plan B hebben, dat als dat allemaal niet werkt, dat je dan iets op de plank hebt liggen waar je wat mee kan. En vaccins, breedwerkende vaccins, waar we misschien inderdaad de veterinaire sector en de humane sector tegelijk wat aan hebben. Dat is voor mij ook een no-brainer. Tony Fauci in de VS heeft een miljard op tafel gelegd om een universeel griepvaccin te maken. Nou, dat is een interessante challenge. Hè. Dat is vergelijkbaar met, we gaan over 40 jaar naar de maan. Nou, we gaan over 40 jaar, willen we een universeel griepvaccin. En hier heb je een miljard. En doe het maar. Denk je niet dat het dichterbij ligt? Nou, dat zou mooi zijn. Dan kunnen we van die andere 500 miljoen wat anders doen. Het is in ieder geval een sterke commitment om zoiets te doen. In ieder geval, ik wil de heren bedanken voor de zeer interessante lezing onder leiding van Marion. Maar mijn vraag is eigenlijk, vaccineren is geen oplossing, want dan kunnen de bij export de importerende landen niet meer zien of het dus werkelijk een ziekte is of dat het... Want er wordt nog steeds bij onderzoek gereageerd met die antigenen. Het oplossing zou kunnen zijn dat we dus de export beperken tot de landen zelf of het werelddeel. En dan heb ik nog een andere vraag. Bij planten sluit het ene virus soms het andere uit. Dat is bij dieren niet zo, geloof ik. Klopt dat? Amen. Lijkt me er eentje voor jou. Nou, de eerste vraag. Ja, er worden de vaccins waar we nu mee bezig zijn, die in ontwikkeling zijn, zijn vaccins die een divaprexype zeg maar, hebben. En dat betekent dat we daar de geïnfecteerden van de gevaccineerden kunnen onderscheiden. En dat betekent dus dat in het handelsverkeer we daar dan gebruik van zouden kunnen maken. Dus op basis daarvan zouden zeg maar, gevaccineerde producten niet zomaar weer zeg maar, geweigerd kunnen worden. Dus daar hebben we wel een technische oplossing voor.
De Europese Commissie heeft ook aangegeven onder welke condities het zou kunnen. Hè? Dus dat is ook weer gepaard gaan met hele scherpe monitoring om dan misschien wel die stille circulatie te kunnen oppikken. En de tweede vraag is er interferentie of misschien wel kruisprotectie? Nou, er is zeker ook in zoogdieren en andere dieren interferentie tussen virussen, waaronder griepvirussen. Dus je ziet bij epidemieën in mensen zie je dat het ene subtype wordt opgevolgd door het andere. Je komt meestal in golven. Dus krijg je A3 en 2, dan A1 en 1 en dan B. Het gaat nooit helemaal samen. Maar het is niet 100% en dat is het implanten ook niet. En soms zie je dubbele infecties en dat geeft dan toch weer een risico tot zorg. Dus het is geen 100% garantie, want anders zou je inderdaad in de tijden van een pandemie kunnen zorgen voor een normale humane epidemie met griepvirus en daarmee het virus verdringen. Maar dat, zo werkt het helaas niet. Daar is het niet zo solide dat je daar je geld op kunt zetten. Dank u, duidelijk. Ja, dank aan de inleiders. Ik werk als ecoloog bij de gemeente Almere. En daar werken we aan het verweven van stad en natuur. En kunt u mij en de inwoners van Almere geruststellen dat dat een goed idee is, ondanks de kans van zoonoses? Nou, dat lijkt me een mooie voor jou, Henk. Ja, het is een trend die we overal zien in Nederland. En dan gaat het vooral ook nog om natte natuur. En dat is natuurlijk ook vanuit waterbergingsoogpunt is dat bijna een noodzaak geworden. Maar we moeten daar echt heel goed over nadenken. Want we halen ons verschillende risico's mee op de hals. En dan gaat het niet alleen over vogelgriep. Maar we doen ook nog heel veel onderzoek naar naar andere virussen, door muggen overdraagbare virussen. Nou, je weet dat muggen ook heel goed gedijen in natte milieus. Het is een risico. Daarmee wil ik niet zeggen dat je het niet moet doen. Maar je zult heel goed moeten kijken naar hoe je dat moet doen en wat dan precies de impact is van die verwevenheid en die nieuwe natuur die je introduceert in je stad op bijvoorbeeld gastheerpopulaties. Er zijn verschillende theorieën over. Je beïnvloedt natuurlijk de diversiteit van soorten. En dat kan zowel een negatieve als een positief effect hebben op het voorkomen van infecties. Daar is en wordt veel onderzoek naar gedaan. En daar komen denk ik ook uiteindelijk wel bruikbare handvatten uit van hoe je dat het beste zou kunnen doen. Maar je moet het niet, zeker niet rücksichtloos, zomaar klakkeloos toepassen. Ja, er zijn wat. Nee hoor, want er zijn wel initiatieven gaande om bijvoorbeeld landschapsarchitecten en ecologen en infectieziektespecialisten bij elkaar te zetten. Ja. Hoe kan het wel? Want er is natuurlijk zijn hele goede redenen om dat soort aanpassingen te willen, ook voor klimaatbestendigheid, hè, en gewoon leefbaarheid. Maar het punt is wel dat nu losgekoppeld is van bijvoorbeeld ook het mogelijk introduceren van risico's. En dat moet bij elkaar. Dat is, en daar zijn ook wel initiatieven over gaande. Ja. Dus geen nood, maar wel samenwerken. Andere vragen? Ja, nou, dank voor het interessante praatje. Mijn vraag is, Nederland is bekend van een lappendeken. Dat zagen we bij COVID ook, bestrijding daarvan. Hè, alle regio's, dat zie je bij vogelgriep eigenlijk exact hetzelfde. Als je eens weet hoeveel mensen of hoeveel organisaties betrokken zijn bij de vogelgriep. Nou, het duizelt gewoon. Wat kunnen we meenemen van de COVID om dit goed te kunnen monitoren? Dat we dat ook misschien wat meer centraler kunnen gaan doen. Ron, wil jij beginnen? Nou, ik wil eerst vaststellen dat al die mensen die er nu aan werken ook echt nodig zijn. Want het is gewoon een serieus probleem, maar heel veel facetten komen kijken, hebben we net gehoord. Uit de ecologen en de ornithologen hoek en veterinaire en epidemiologen. En dan hebben we de humane gezondheid. Als je dat allemaal bij elkaar optelt, zijn het gewoon heel veel mensen. Alleen moeten die mensen samenwerken aan één concept. En dat is het concept van One Health. We zijn allemaal gebaat dat de omgeving om ons heen, de dieren en de mensen eigenlijk
in één gezond ecosysteem moeten werken. Als we samen zijn, en dat houdt in dat de mensen die aan die systemen werken ook samen moeten werken. En dat houdt in dat sommige organisaties dan zo nu en dan een scheutje water bij de wijn zullen moeten doen om de neus dezelfde kant op te krijgen. En een van de dingen waar ik al jaren voor lobby, is dat er in Nederland beter naar varkens wordt gekeken, bijvoorbeeld. Wilde varkens en gehouden varkens, we hebben er heel veel van. En er is niemand die kijkt wat daar nu aan griepvirus circuleert. Maar we weten dat varkens een serieus probleem vormen voor adaptatie van griepvirus en nieuwe pandemieën. En dus dat soort oneffenheden in die lappendeken, die moeten we gladstrijken en zorgen dat we alle neuzen dezelfde kant op krijgen. En langzaam gaan we daar naartoe. Maar wat mij betreft ook wel een beetje te langzaam. Maar in principe zijn al die mensen wel nodig. Armin, wil jij daar nog iets aan toevoegen vanuit... Je hebt destijds bij de 2003 H7N7 uitbraak ook gezien hoe complex het was en hoe de silo's eigenlijk naast elkaar werkten. En dat is bewogen naar waar het nu is. Nog niet helemaal perfect, maar wat is jouw inschatting? Wat zijn de volgende stappen die hier nodig zijn? Ik kan Ron gerust slapen of met pensioen? Of, nee, zeker niet. Hoewel we bijna wel met pensioen gaan, denk ik, in de komende jaren. Nee, maar wat jij zelf ook hebt gezegd in 2003... toen we zeg maar overdonderd werden door een influenzavirus in de pluimvee... die enorm snel om zich heen greep. En waarbij natuurlijk ook de menselijke kant... mensen die bezig waren met de bestrijding... bezig waren met het ruimen van dieren... en er werden infecties geconstateerd bij mensen... Dat zat toen nog steeds, dat zat toen zeker in wat meer zuilen. Waarbij veterinair en humane sector wat moeilijkheden hadden om elkaar goed te vinden. Dat is in de afgelopen jaren vele, vele malen beter geworden. En er is een zoonoseoverleg wat in Nederland georganiseerd is. Waarin al dat soort mensen wel bij elkaar zitten en met elkaar praten. Dus op dat terrein zijn er denk ik wel degelijk hele grote vooruitgang geboekt. Dat is mooi. En ik ben het ook met je eens, hoor. In hoeverre zijn de cijfers over het voorkomen van het griepvirus bij mensen betrouwbaar? Wanneer worden mensen getest? Dat is een hele goede vraag. En ik denk dat die cijfers wereldwijd zeer onbetrouwbaar zijn. Inclusief in Nederland. In Nederland komt nu pas weer een guideline op gang waarbij de ruimers per definitie kunnen worden getest. Er is een hele tijd geen automatisme geweest dat ruimers of veeartsen of pluimveehouders met luchtwegklachten getest konden worden. En het is nu nog steeds niet zo dat ornithologen, de mensen die met Henk en mij samenwerken, dat wanneer die nu naar hun huisarts gaan, dat ze dan even een H5-testje zouden kunnen krijgen wanneer ze symptomen hebben. En dus zelfs Nederland is wat dat betreft nog steeds niet op orde. Dat wordt nu wel geregeld, gelukkig, door de huidige dreiging. Maar je kan je voorstellen dat als het in Nederland zo slecht geregeld is, hoe het dan elders zal zijn. Ik noemde net al die getallen die aangeven dat die noemer onbekend is. Er is wel wat serologisch onderzoek gedaan in een aantal landen waar H5 veel in pluimvee is gevonden. En dan zie je duizenden infecties. Retrospectief op basis van serologie. En dus het aantal infecties is vele malen groter dan wat we nu zien. Maar hoeveel groter weten we niet. En in hoeverre daar ook al mens-mens transmissieketens zijn, weten we ook niet. Daarvoor zal de monitoring beter op orde moeten komen. Lastig is natuurlijk dat je dat twee kanten uit kunt interpreteren. Hè? En dat is aan het begin van de COVID-pandemie ook gebeurd. Waar hebben we het dan over als er zoveel infecties zijn en maar zo weinig mensen echt ziek? Waar hebben we het dan over? Hoe kijk jij tegen zo'n benadering aan? Ja, dat is zo. Dus de mensen die nu besmet raken, die worden besmet met een virus wat geco-evolueerd is met vogels door tienduizenden jaren. En is dus zeker geen ideaal humaan pathogen. Maar ketens van transmissie die onopgemerkt zijn, dat is wat COVID startte.
En dus dat zouden we graag voorkomen de volgende keer. En dus die monitoring van mensen, om die ketens vroeg te detecteren en die mensen vroeg in quarantaine te leggen, dat is de manier om een pandemie te voorkomen op die laatste mogelijkheid. Als je het niet in het dierenrijk kan voorkomen, dan moet je het voorkomen door die zoonozen op te sporen, die mensen in quarantaine leggen op het moment dat je denkt dat er een risico is. Want die virussen die zullen mutatie na mutatie na mutatie oplopen. Dat hebben we in ons onderzoek in het lab laten zien. Dat hebben we in uitbraken in wilde dieren laten zien. Dat is hoe het gaat. En dat is dus niet hoe je het moet laten gebeuren. En dus die zoonose monitoring is ontzettend belangrijk. Er wordt steeds indringender naar mij gekeken. We gaan richting de afronding. Nog één of twee prangende vragen. Als jullie nou één maatregel moesten noemen die in Nederland dringend genomen moet worden. Één concrete stap opheffen, instellen, wat dan ook. Wat zou je dan kiezen? Varkens. Varkens. Kijk, deze vogelgriepvirussen zijn niet bijzonder zoonotisch. Dat hebben we net, denk ik, in detail laten zien. Maar van varkensvirussen weten we dat het heel anders zit. We hebben in Nederland heel veel varkens. Heel veel varkensvirus en we hebben geen idee wat er circuleert. Wat kost dat per jaar? Een paar ton. Praten we dan over? Ja. Maar dit is dus de interessante preventieparadox. Zolang er niks aan de hand is, is het heel moeilijk om dat op de agenda te krijgen. Ik zou diezelfde vraag ook aan jou willen voorleggen. Want de impact in wilde vogels is misschien wel het allergrootste. Ja, dan zou ik denk ik toch vooral druk gaan uitoefenen op China om dit bij de bron aan te gaan pakken en te zorgen dat er in ieder geval geen nieuwe hoogpathogene mutanten ontstaan die vervolgens de hele wereld rondgaan. Oké, jij hebt ook je werk klaar liggen. Ik ga Armin. Nou ja, wat mijn buurman zei... Naar China. Ja, nee. Zeg maar, aanpak bij de bron is in deze, denk ik, ook heel erg effectief. En preventief gezien, de meest interessante optie. Hoewel het op dit moment, zeker niet een korte termijn oplossing is. In Nederland hebben we een groot aantal verschillende systemen om in de gaten te houden of dingen misgaan. Begint bij dierenartsen die moeten zien en een veehouder moet zien of de situatie op het bedrijf anders is dan wat normaal zou zijn. Dat hebben we door alle dingen die we hebben meegemaakt in Nederland, of het nou Q-koorts is of dat het nou vogelgriep of blauwtong of Monteclauser is, hebben we dat geleerd dat we daar zo snel mogelijk bij moeten zijn. Nou ja, er zijn allerlei systemen daar rondomheen. Als we praten over de vogelgriepseologie, hebben wij het systeem in Europa wat gestart is in regelgeving als vinger aan de pols houden met wat steekproeven in andere landen, hebben we dat uitgerold naar alle pluimveebedrijven in Nederland. Dus we hebben goed zicht op wat er plaatsvindt. Ja, dat betekent dat we op dat terrein in ieder geval een groot aantal stappen hebben gemaakt. En dat moeten we wel zo houden. Kunnen we niet afbouwen. Wat vind jij van het advies voor varkens? Je zit op een plek waar je dat ook kunt beïnvloeden, denk ik. Ja, zeker. Nou ja, voor mij is dat eigenlijk voedens fressen. Want mijn promotieonderzoek in de tijd bij varkens heb ik onderzoek gedaan naar influenzavirus. En ben ik bij de groep van Ron met Apostaus gaan kijken naar blootstelling van varkenshouders aan influenzavirussen. Dus ja, dat is al een hele tijd geleden niks gehoord. Maar we zien toch weer dat het al een keer weer terugkomt. Ja. Dus in dat opzicht denk ik dat we op de goede weg zijn. Misschien ook nog dat wat jij noemt van die scherpte op vreemde ziektebeelden bij dieren. Dat moeten we denk ik in de medische sector ook vol over blijven informeren. Want ook dat is niet vanzelfsprekend. Nee. Ik wil het hierbij afronden met een groot bedank aan deze sprekers. En ik denk dat we de complexiteit van een belangrijk probleem hebben gezien. En ook dat oplossingen misschien wel simpel lijken, maar dat in feite toch niet zijn. Maar dat het wel belangrijk is om daar goed over samen te werken en vooral ook met volle vaart
tegenaan te gaan. En jij gaat naar China. Ik ga niet alleen.